Zo, daar zijn we dan. Eens even kijken of ik jullie kan zien. Richard, ik zie jou in ieder geval al. Even kijken. Ik zie ook Peter, ik zie Anita, Annemiek is er ook, Marion is er. Nou, goedemorgen allemaal. Hartstikke tof dat jullie er zijn. Deze Q&A-calls die probeer ik één keer in de week te doen, als het lukt. We beginnen dan om 10 uur op vrijdag en we gaan zo lang door als mogelijk is, of als nodig is. Meestal zo van 10 tot 12 ongeveer. Het idee is dat als je gedurende de week tegen dingen aanloopt waar je hulp bij nodig hebt, dingen die je niet helemaal begrijpt, dingen waar je feedback op wil, dat je die gewoon instuurt naar me. Dan kan ik er vast eventjes naar kijken en dan behandel ik ze tijdens deze calls. En natuurlijk mag je tijdens deze calls gewoon in de chat alles vragen wat je maar wil. En dan nemen we daar de tijd voor en gaan we erop in. Ik zie dat het geluid goed is. Ik neem aan dat het beeld goed is, dus kunnen we er meteen in gaan duiken. Laat me meteen maar eventjes de open vraag bij jullie neerleggen of er verder dingen zijn waar jullie tegenaan zijn gelopen, waarvan je zou willen dat ik er eventjes op inga, even naar kijk vandaag. Dan leg ik dat vast bij je neer. En dan ga ik in de tussentijd vast aan de slag met wat mij zoal onder mijn ogen is gekomen de afgelopen tijd. En dan maak ik daar zo rustig aan een start mee. Een van de hoofdonderwerpen van de call van vandaag gaat wat mij betreft zijn copywriting. En dan copywriting ook in combinatie met e-mail marketing. Dat zijn even de twee punten die ik wil aanstippen vandaag. Omdat ik merk dat daar veel mensen veel moeite mee hebben. Dat altijd nog een uitdaging blijft. Dus ook logisch. Want copywriting is weer niet logisch. Dus het komt er eigenlijk op neer dat om goede, overtuigende, wervende teksten te schrijven, moet je eigenlijk op een andere manier te werk gaan als we normaal gesproken doen. Marion, jij bent bezig geweest met je e-mail marketing de afgelopen tijd. Dat is een puntje wat ik even aan wil stippen, want dat sluit hier mooi op aan. Peter, jij vroeg mij om nog even naar jouw S-site te kijken, jouw sales-site te kijken. Hetzelfde verhaal gaat ook over copywriting. Dus laten we dat eventjes doen. Even zien wat handig is. Nou, laat me beginnen met een stukje achtergrond. Kijk, we hebben het in het programma natuurlijk over copywriting. En je hebt in het programma gezien hoe ik een sales letter heb opgebouwd met alle verschillende ingrediënten erin. En een voorbeeld daarvan. Op basis daarvan is je, als het goed is, redelijk duidelijk wat copywriting inhoudt. Hè? Dus de achterliggende gedachte daarvan is dat je dat je van tevoren hebt bepaald wat de emotionele pijnpunten van je potentiële klant zijn, wat de emotionele argumenten zijn om die te overtuigen. In andere woorden, wat niet zozeer het rationele gedeelte is, maar wat het emotionele gedeelte is van de overtuigingskracht die je moet aanspreken. En bij het schrijven van bijvoorbeeld een salesletter, maar een salesletter is misschien een te groot voorbeeld, bij het schrijven van copy, wil je eigenlijk alles wat je zegt gebruiken als excuus om te bouwen aan de emotionele staat van je doelgroep. Dus jij met copywriting neem jij de controle over de emotie van je lezer over. Dat is eigenlijk wat je doet. Maar jong, jij bent schrijfster. Jij zal ongetwijfeld kunnen beamen dat dat is hoe krachtig het geschreven woord is. En dat moeten we inzetten voor onze marketing. En één veelgemaakte fout die ik zie is dat mensen, als ze aan de gang zijn gegaan met het programma, dat ze dan de sales letter wel zien als copy. En dat ze daar wel heel erg hun best gaan doen. Dat geldt denk ik voor de meeste van jullie. Heel erg hun best gaan doen om overtuigend te schrijven. Om gebruik te maken van die tips waar we het over hebben. Maar als je vervolgens andere dingen schrijft, dan zie ik dat het een beetje wegvalt. En dat is even een beetje mijn boodschap van vandaag. Probeer als je schrijft voor je bedrijf, als je werkt aan materiaal wat bij moet dragen aan je marketing, dan is eigenlijk alles wat je produceert moet altijd voldoen aan die regels van copywriting. Dus in mijn geval is het zo, of ik nu een post schrijf voor sociale media, of ik nu een e-mail schrijf voor mijn e-mail marketing, of ik nu een sales letter schrijf, of ik nu een artikel schrijf, of ik nu een advertentie schrijf, wat het dan ook is, wat ik zeg, of ik nu een opt-in incentive schrijf, hè? Nog een heel goed voorbeeld.
Al deze dingen schrijf ik allemaal als copy, als wervende teksten. En ja, maar jong, wat je zegt, het is echt een vak apart. Dat klopt, het is een vak apart, maar het is meer tegenstrijdig dan moeilijk. Het is niet heel ingewikkeld. Als je de structuur, de basisstructuur van in je achterhoofd hebt en een paar simpele vuistregels in je achterhoofd houdt, als je een paar vuistregels gebruikt bij het ontwikkelen van je teksten, dan kun je dat heel goed, kun je daar heel goed zelf mee uit de voeten. Anita, jij geeft aan dat je een copywriter hebt ingeschakeld om je e-book kritisch te bekijken. Dat is nooit verkeerd, hè? Als je jezelf kunt permitteren om externe hulp in te schakelen, is dat altijd fijn. Wat je wel je moet realiseren, is dat je in de fase waar je nu in zit, hè, we zijn allemaal starters. Jullie zijn allemaal starters, dat is misschien flauw om te zeggen. Maar waar het om gaat, is dat je in de beginfase van je ondernemerschap, als je nog maar net begonnen bent met het leren verkopen van je producten, dat je dan echt zelf moet leren goede copy te schrijven. Op zijn minst tot zo'n punt dat je het in zoverre snapt dat jij goede copy van slechte copy kunt onderscheiden, zodat op het moment dat je een copywriter inschakelt, dat jij ook weet of diegene goed werk levert. Dus ik vind het heel goed om dit soort dingen uit te besteden als je dat kunt permitteren. Maar zorg wel dat je jezelf blijft onderwijzen. Zorg wel dat je jezelf blijft ontwikkelen. Want dit geldt voor heel veel eigenschappen van online ondernemerschap. Heel veel dingen kun je eigenlijk niet uitbesteden als je ze zelf niet snapt. Hetzelfde geldt, jullie zullen dit allemaal kunnen beamen. Hetzelfde geldt voor het onderhoud van je eigen websites en pagina's. Als je niet weet hoe je om moet gaan met de techniek, en dat bedoel ik echt niet. Dus als je echt afhankelijk bent van iemand anders voor het invullen en beïnvloeden van jouw pagina's, dan kom je gewoon niet vooruit. Dan moet je voor elk klein dingetje moet je aan de bel trekken. Dan moet je wachten tot iemand reageert. Dan moet hij het gaan doen. Dan moet je maar hopen dat hij het interpreteert zoals jij het bedoeld hebt. 9 van de 10 keer is dat niet zo. Dan moet je op en neer mailen. En voor je het weet ben je niet alleen heel veel tijd verder. Die tijd die je eigenlijk niet kunt missen in de beginfase. Maar ook nog eens heel veel geld. Geld wat je nog niet verdient. Omdat je bedrijf nog niet op poten staat. Dus Anita, heel goed om te zien dat je er zelf voor wil gaan. Dat is de reden dat ik dit punt vandaag wil aanstippen. Laten we even bij het begin beginnen. Een stuk copy schrijven, dat heeft altijd een basisstructuur. Grof gezegd, 3 onderdelen. Onderdeel 1, introductie. Laten we even opdelen op introductie, inhoud en close. Of call to action, pitch, moet je het ook wel noemen. Oké, de introductie heeft als absolute basisfunctie de aandacht trekken. Ervoor zorgen dat iemand een tweede keer omkijkt naar je tekst en daadwerkelijk de diepte ingaat. Dus het tweede gedeelte van je tekst, daar komen ze nooit aan toe als je begin niet goed is. Dus je begin moet met de deur in huis komen vallen. Moet echt meteen de lezer bij de schouders pakken en wakker schudden. Dit is waarom je me zoveel hoort praten over emotionele argumenten. We moeten mensen eerst emotioneel betrekken en ze het idee geven dat het gaat over iets wat ze aan het hart gaat, zodat ze de tijd nemen om het tweede gedeelte überhaupt onder de loep te nemen. Het tweede gedeelte, de inhoud, daar gaan we praten over het probleem wat ze hebben en uitleggen waarom dat een probleem is. En daarin bouwen we een transitie naar het feit dat wij een oplossing aanbieden aan ze. Dus dat zijn de 3 stappen die je eigenlijk altijd in je achterhoofd hebt. Nou, als je die structuur in je achterhoofd hebt, dan kun je, als je een beetje makkelijk bent met woorden, als je een beetje makkelijk bent met de pen, dan kun je vrij gemakkelijk een verhaal schrijven. Dus stel dat je een e-mail schrijft, hè, voor je e-mailmarketing, dan kun je heel gemakkelijk gebaseerd op zo'n structuur aan de gang. Je kunt beginnen met een introotje. Laat ik een van jullie als voorbeeld nemen. Peter, neem ik jou even als voorbeeld. Je maakt bijvoorbeeld een e-mail over gezondheid of over sport of iets in die richting. En je begint met het feit, laten we het even richten op, je had het in je mail over dat fietsers bijvoorbeeld, die jouw product ook gebruiken. Nou, dus sportfietsers, wielrenners. Nou, laten we het dan even hebben over een goede introductie. Die zou kunnen gaan over een wielrenner die het liefst iets meemaakt wat chockerend is
voor een andere wielrenner, zodat hij wil weten wat er gebeurd is. Dus dit is hoe ik aan het werk ga. Hè? Dus oké, okay, wat heb ik? Ik heb de doelgroep wielrenners. Ik heb een product wat goed is voor wielrenners. Wat een probleem oplost voor wielrenners. En ik wil me nu gaan richten op... Ik wil daar nu een stukje kopie omheen gaan bouwen. Dus het eerste wat ik me denk is... Oké, mijn product lost het probleem op. Waarschijnlijk gaat het dan over spierherstel. Of zo. Heel snel spierherstel. Iets in die richting. Oké? Dus daar begin ik mee. Ik heb die wielrenner. Vervolgens maak ik een introductie die ervoor zorgt dat de wielrenner verder wil lezen. Dus, wat is de angst en de pijn die leeft bij wielrenners? Dat is waarschijnlijk iets, hè, ik ben natuurlijk een leek op dit gebied, maar dat is waarschijnlijk iets met blessures. Niet meer kunnen trainen, want trainen is bij dat soort topsport altijd iets wat gewoon aan de lopende band moet gebeuren. Dat draait het hele leven om met die mensen. Dus niet kunnen fietsen. Dat is echt naar, dat is echt pijnlijk. Wat is een situatie waarin iemand niet kan fietsen? Nou, misschien is die gevallen. Oké, dus dan ga ik door met gevallen zijn met het wielrennen. Nou, dan ga ik nadenken, kan ik daar een anekdote omheen formuleren? En het liefst ga ik dan op zoek in mijn eigen leven. Oké? In mijn eigen leven of in een ervaring waar ik onderdeel van geweest ben, zodat ik er voldoende van af weet. Dus in het geval van wielrennen, nou, ik doe dat zelf wel eens in de zomer, heel toevallig overigens. Geen voorbedachte raden dit, maar ik ga wel eens wielrennen in de zomer. En wat me dan altijd opvalt is dat als ik net begonnen ben met wielrennen, is dat ik daarna gigantisch veel spierpijn heb. En ik ben één keer gevallen met mijn wielrenfiets. Nou, dat zijn mijn ingrediënten. Gebaseerd daarop ga ik nadenken van oké, kan ik hier iets mee? Ik heb een introductie nodig. Het moet de wielrenner wakker schudden. Het moet een beetje pijnlijk zijn, zodat ze echt zoiets hebben van dat herken ik, dat vind ik naar, hoe zit dit? Ik had bedacht dat vallen, dat zich daar goed voor leent. Dus een introductie zou kunnen zijn: vorige week was ik gaan wielrennen en ben ik over de kop geslagen. Oké? Iets in die richting. Dan heb ik een eerste zinnetje. Iets waarop ik voort kan voortduren. Vorige week ben ik over de kop geslagen met mijn wielrenfiets. Ik schrijf dit nu vanaf de bank met mijn benen op een kussentje, op een krukje. Omdat ik nu niet meer kan fietsen. Zoiets. Iets in die richting. Oké, nu zie je wat er ontstaat. Nu ontstaat er een beeld in je hoofd van iemand die ergens zit met een been op een krukje. Maar... Nou, ik kom zo even terug. Vervolgens willen we dat over laten gaan in een verhaal. Ik was vol goede moed vertrokken, 's ochtends om 11 uur of 's ochtends om 9 uur of wat dan ook. Ik was gaan fietsen. Ik had er heel veel zin in, want het was eindelijk weer goed genoeg weer daarvoor. De eerste keer dit jaar dat ik mijn fiets onder het stof vandaan haal, dan komt de inhoud. Hè? Ik was gaan fietsen en ik was nog geen half uur onderweg. En ik merkte dat mijn armen moe werden van het hangen in het stuur. Dus ik dacht bij mezelf, ik moet eventjes stoppen. Zodat mijn armen kunnen uitrusten, want ik merk dat ik anders niet meer goed kan sturen. En bij het zoeken naar een goede plek om te stoppen, want ik ging heel hard en ik kan nooit zo heel goed remmen op een wielrenfiets, raakte ik van het fietspad af en voordat ik mezelf goed en wel tegen kon houden, sloeg ik over de kop tegen een boomstronkje. Ik ben gelukkig heel goed terechtgekomen, maar ik heb wel een kneuzing aan mijn voet of zo. Oké? Wat hebben we nu? Nu hebben we een kleine introductie. Klinkt nergens naar. Het is nog helemaal niks dit. Hè? Maar waar het om gaat is dat we nu van nul naar een onderwerp wat interessant is voor een doelgroep, naar een introductietje zijn gekomen met een pijnlijk emotioneel punt. Oké? Daar zijn we nu begonnen. Dan bouwen we vanuit hier een overgang naar dat je iemand hebt moeten bellen, die heeft je op moeten komen halen. Daarmee ben je langs de eerste hulp gegaan. Die hebben de boel ingesmeerd of zo, of met stikstof bespoten zodat het gekoeld werd. En daar zit je nu zielig achter je bureau met je been op een krukje. En met het pijnlijke advies dat je de komende 2 maanden niet mag wielrennen. Oké? Dus nu hebben we een redelijk rond verhaal. Oké? Het derde ingrediënt. Dus we hebben nu die intro, dat je over kop bent geslagen. We hebben het middenstuk, dat gaat dan over wat er daarna gebeurd is. Dat je uiteindelijk thuis terecht kwam na een bezoek aan de eerste hulp. Met het slechte nieuws dat je 4 weken niet of 2 maanden niet mag wielrennen. En nu komt het derde gedeelte, dat is die overgang. En daar gaan we het hebben over het feit dat jij iets hebt voor deze mensen. Want waar zat er nou het probleem? Waar ging dit nou fout? Het ging fout bij het feit dat bij het hangen in het stuur mijn armen moe werden. En daardoor kon ik mezelf niet meer goed controleren. En toen ik op zoek ging naar een plek om af te stappen, toen
kon ik niet goed sturen en toen viel ik van mijn fiets. Ik verzin dit ter plekke, hè? Maar als je zelf ervaring hebt met het onderwerp waar je over schrijft, kun je heel gemakkelijk aan anekdotes komen. Oké? Dus, als mijn armen niet moe waren geworden, als die in shape waren geweest, dan was ik misschien niet gevallen. Peter, jij hebt een product over voeding. En volgens mij, als ik het goed heb begrepen, is dat sportvoeding een type voeding wat heel erg goed is voor topsporters. Je gaf aan dat allerlei topsporters het gebruiken. Dus een logische overgang, een logische hoek hier zou zijn dat je met de specifieke type voeding wat je nu gebruikt, merkt dat je spieren heel snel herstellen en dat je dit probleem nu niet meer hebt of kunt oplossen. Dus stel dat dit verhaal niet vorige week speelde, maar een aantal maanden geleden, dat je inmiddels bent hersteld, dat je nu over bent gestapt op deze sportvoeding, waardoor je merkt dat je armen ineens niet meer moe worden en je een veel beter uithoudingsvermogen hebt enzovoort. Nu heb je dus in plaats van dat je rechtstreeks gaat praten over ik heb sportvoeding en koop mijn sportvoeding en ik verkoop iets. Nee, je gaat praten over iets wat mensen herkennen, gekoppeld aan een angst die ze hebben, wielrennen en vallen, oké, en niet kunnen trainen. En vervolgens koppel je dat in je call to action, in je pitch aan het einde, koppel je dat aan een product. Zie je wat hier gebeurt? Een tijdje geleden ging ik fietsen, ben ik gevallen. Dat ik viel betekende dit en dit en dit, dat is het middenstuk van het verhaal. En ik heb een oplossing gevonden daarvoor, waardoor dat nu geen probleem meer is in mijn leven. Oké, nu heb je de basis, dat is stap 1. Nu heb je de 3 ingrediënten, heb je wat overgeschreven. Nu is het volgende belangrijke punt, want wat ik al aangaf, als je die structuur in je achterhoofd, kun je zo'n opzetje vrij gemakkelijk schrijven. Helemaal als je een beetje makkelijk typt, dan kun je zo'n opzetje gemakkelijk schrijven. Daarna is het de bedoeling dat je alles met een kam nagaat. Je leest je eigen verhaal een aantal keer door. En overal waar je kan, voeg je, ik noem dit ook wel sprenkelen, okay? Voeg je tussen de zinnen en de paragrafen door, voeg je dingen toe die het makkelijker maken voor je lezer om zichzelf ermee te identificeren. En het meest klassieke voorbeeld hiervan is een voorbeeldje als 2 maanden geleden ging ik fietsen. Het was de eerste keer dat ik mijn fiets van onder het stof haalde. De eerste keer dit jaar dat ik de weg op ging. Herken jij dat heerlijke gevoel van de eerste keer buiten fietsen van het seizoen? Herken jij dat? Die vraag. Herken jij dat? Oké? Dan maken we het ineens. We praten over onszelf, maar eigenlijk praten we over de situaties in het hoofd van onze lezer. Oké? Dan gaan we verder. Ik was nog geen 10 minuten vertrokken of ik voelde dat al mijn spieren nog krampachtig waren. Want ja, die eerste keer fietsen is altijd even loskomen. En dan zeg je wel niet zozeer iets, of zelfs daar kun je weer zeggen, merk jij ook altijd dat de eerste keer fietsen loskomen is. Maar puur het feit dat je het hebt over iets wat alleen mensen die in deze doelgroep zitten weten, maakt dat ze dit herkennen. Dus je gaat heel erg goed nadenken over, oké, die ander, die leest mijn verhaal, die denkt daarover na, die krijgt daar een plaatje bij. En ik wil dat plaatje voeden. Dus ik wil dat hij gaat nadenken over pijnlijke spieren, over het risico van vallen, over het feit dat niet trainen heel vervelend is. Dus ik sloeg over de kop en ik kreeg die diagnose dat ik 2 weken niet mocht trainen. En ik zag het al voor me, een heel seizoen naar de knoppen. En ik baal als een stekker. Heb je ooit wel eens 3 weken of 2 maanden lang niet stil moeten zitten terwijl het heerlijk weer was en jij je wielrenfiets daar in de schuur zag staan wegroesten? Zo. Dit soort dingen, dit noem ik sprenkelen. Continu ga je door die tekst heen en filter je, scan je tot in detail, tot je dingen tegenkomt waar je het verhaal wat eigenlijk over jou gaat of over iets uit jouw omgeving gaat, kunt betrekken op je lezer. Okay? Dat is wat je continu doet. En dat lijkt opvallend. Maar dat is het niet. Iemand die dit leest, die leest het hierdoor op een hele andere manier. Want normaal gesproken is tekst. En op het moment dat je het leest, zie je de tekst, interpreteer je wat er staat, zodat je het snapt en ga je door. Wat dit doet, is dit zorgt ervoor dat mensen het gelezen woord op zichzelf gaan projecteren. En op het moment dat ze het op zichzelf projecteren, beginnen ze het te zien als een waarheid voor zichzelf. Dus het is heel maf hoe dat werkt. Maar als ik praat over het hangen in een stuur en het feit dat je dat door het gewicht van je lijf op dat stuur, dat je triceps dan gaan trillen omdat ze ongetraind zijn, wie van jullie
kan dat dan bijna voelen? Oké? Okay? Laat me even weten in de chat. Maar wie van jullie kan dat dan bijna voelen? Wie van jullie snapt, zonder dat hij zelf ooit wielrent, dan wat ik bedoel? Oké? Okay? Dus even een belangrijke vraag. Want dit is waar het om gaat, hè? Ja. Helder. Peter, kun je geen klant worden? Nee, ik kan geen klant worden om de simpele reden dat dit is... Het is niet gelogen, want ik ga wel eens wielrennen en ik herken inderdaad dat gevoel en ik ben wel eens gevallen. Maar het is ook weer niet een 1-op-1 gebeurtenis of zo. Het is wel zo dat als je een 1-op-1 gebeurtenis hebt die perfect aansluit, dat je daardoor heel gemakkelijk zo'n stukje copy kunt schrijven. Maar dat is niet mijn boodschap aan jullie. Mijn boodschap aan jullie is, wat je ook schrijft, okay, waar het ook vandaan komt, wat daarvan ook de bron is, als je daarna dat sprenkelen gebruikt, als je eerst deze structuur gebruikt om de aandacht te trekken, de inhoud te ontwikkelen en een overgang naar je pitch, je product, je call to action te maken, dan kun je daarna sprenkelen en ervoor zorgen dat mensen dit gaan projecteren. En dat is zo belangrijk bij copywriting. Mensen moeten het zien. Hè? In het Engels zeggen ze your mind's eye. Ik weet niet hoe Nederlanders dat zeggen. Dat je het in gedachten voor je ziet, zeg maar. Dat is waar je naartoe wil. Dus dit is een van de redenen dat als ik copy schrijf, dan moet ik altijd, dat is ook een beetje mijn handicap, misschien hebben anderen dat niet, maar ik moet dan alleen zijn en het hardop kunnen lezen. Oké? Ik moet dan hardop kunnen zeggen wat ik typ. Want dan hoor ik hoe het klinkt en dan kan ik het zelf gaan projecteren. En als ik het nog niet eens kan projecteren, hoe moet mijn doelgroep dat dan ooit gaan doen? Dus het moet lopen, ja, visualiseren, Peter, dankjewel. Dat is wat ik bedoel. De doelgroep moet het kunnen visualiseren. En dat is hoe je om moet gaan met al je copy. Dus, belangrijke voorbeeld hiervan, advertenties. Advertenties zijn zo ontzettend belangrijk. Okay? Dus advertenties voor op bijvoorbeeld Facebook, die moeten dit doen. Okay? E-mail marketing, hè? E-mail nieuwsbrieven, e-mail copy. Hetzelfde verhaal. Is marketing, heeft een doel. Zorg ervoor dat mensen aan het einde van je e-mail op een call to action klikken, terugkomen naar je site en iets doen wat jij hebt bedacht, zoals het kopen van je instapproduct bijvoorbeeld. Oké? Dus is je e-mail een stuk copy. Dus voldoet hij aan die drie ingrediënten en het sprenkelen. En zorg je ervoor dat iemand zich ermee identificeert. Natuurlijk sales letters, video sales letters, upsells, dat soort dingen. Die moeten er ook aan voldoen. Wat hebben we nog meer? Social media posts moeten hier ook aan voldoen. Überhaupt teksten op je website en blogartikelen. Hè? Wie van jullie blogt er al? Duurt natuurlijk even voordat ik de reacties weer zie in de chat. Maar ik ben even benieuwd wie van jullie er met enige regelmaat blogartikelen schrijft. Wacht ik even op de reactie, want dit vind ik wel een belangrijke. Zeg anders ook maar even nee als je niet blogt. Want anders zit ik op niks te wachten. Oh ja, Marion. Een site voor blogs. Anita ook af en toe, Peter nog niet. Oké, dus als je gaat bloggen, houd dan in gedachten dat je blog geen... Je bent geen weliswaar, ben je dat? Ja. Ik wil zeggen, je bent geen weldoener. Dat ben je misschien wel, maar... Je blogs zijn niet, die schrijf je niet voor de lol, oké? Okay? Je doet geen charity, je bent geen vrijwilligerswerk aan het doen. Dus als je al die moeite doet om een blogartikel te schrijven, dan heb ik het niet over 5 paragrafen, dan heb ik het over 10.000 woorden, goede blogartikelen, die op nummer 1 komen in Google, oké? Okay? Dan moet je deze structuur in je achterhoofd houden. Dan moet je blijven realiseren, wacht even. Als ik al die moeite doe om zo'n tekst te genereren, dan moet hij me wel iets gaan opleveren. Dus dan moet degene die hem leest, die binnen mijn doelgroep past, daar wel door getriggerd worden. En die moet daarna wel doen wat ik wil. En de enige manier waarop die gaat doen wat ik wil, is als hij hetgene wat ik aan hem presenteer als oplossing, als hij het gevoel heeft dat hij dat op dat moment nodig heeft. En dat gevoel kunnen we creëren met de tekst. Dus een blog heeft, net als al die andere vormen van copy, deze functie. Alleen is het bij een sales letter eigenlijk de enige functie. En bij bijvoorbeeld een social media post, een blog, wat dan ook, heeft het ook als functie informeren.
informeren, betrekken enzovoort. Maar joh, 10.000 woorden moeten we er nog maar eens over hebben. Je hebt vorige keer zo'n monsterblog laten zien op je site. Ik weet niet wat dat opbrengt. Ja, dit kan ik in 1 minuut uitleggen, Marjon, want dit zit als volgt. Vandaag de dag is de concurrentie op internet qua SEO heel hoog. Geldt niet voor iedere niche in dezelfde mate. Maar wat je wil doen is je wil achterhalen wat zoektermen zijn die voor jouw bedrijf interessant zijn. Het liefst niet te voor de hand liggend. Want de heel voor de hand liggende dingen, daar wil iedereen hoog op scoren. Maar de wat minder voor de hand liggende dingen. Dus in het geval van jouw bedrijf, hè, heb je het over leren schrijven. Nou, leren schrijven of leren een boek schrijven of een roman leren schrijven is heel voor de hand liggend. Maar hoe een roman structureren, zeg maar wat verzin ik, is minder voor de hand liggend. Dus wil jij misschien een blog wijden aan hoe een roman structureren. Okay? En vervolgens, als jij van dat blogartikel, als je daar 1A4'tje van maakt, waar niet echt diepgaand de informatie in staat en niet aan deze structuur wordt voldaan, wat er dan gebeurt is, dan komt iemand op die pagina, dan ziet hij dat het summere informatie is, en dan heeft hij daar misschien wel of niet iets mee, dat maakt niet uit, ook al is het kort, maar heel goed, maakt niet uit. Waar het om gaat is dat dan de interactie daarmee relatief kort is, relatief weinig om handen heeft. Terwijl als jij, en als er dan dus andere blogs op het internet zijn die ditzelfde, of andere websites die ditzelfde onderwerp benaderen, dan meet Google de hoeveelheid interactie met die pagina's. En dan kan het gewoon zomaar zijn dat een andere website, terwijl die helemaal niet beter is over dit onderwerp, ja, sterker nog, dat die een pagina heeft die misschien niet eens zo specifiek op het structureren van een roman ingaat, maar gewoon toevallig het woord roman en schrijven erin verwerkt heeft, dat dan toch die pagina beter presteert. Dit is waarom ik blogartikelen vaak en graag heel erg diepgaand en uitgebreid maak. Echt heel diepgaand. Ik heb het nooit over 10 tips. Ik heb het over 40 tips. 50 tips. Oké? Dat soort dingen. Ik heb het nooit over een paar stapjes. Het is nooit simpel. Het is altijd de ultieme handleiding voor puntje, puntje, puntje. En dan alles wat je maar kunt bedenken er helemaal in verwerken. En je zegt een heel goed punt, Marjon. Ik hoopte al dat dit langs zou komen. Maar dan geef je al je info weg. Ja, inderdaad. En dat moet je vooral doen. Ze noemen dit walking the free line. Het punt is dat als je moet aan mensen bewijzen dat je ze kunt helpen. En de beste manier om te bewijzen aan mensen dat je ze kunt helpen is door ze daadwerkelijk te helpen. En met gratis informatie waar mensen geen moeite voor hoeven te doen, komen ze zelden of nooit in actie. Het is in de vorm van een blogartikel. Dus wat doen mensen daarmee? Ze consumeren het. Meer doen ze er niet mee. Meestal consumeren ze het zelfs maar gedeeltelijk. Scannen ze het. Dus niets is zo krachtig als het delen van je beste materiaal als gratis materiaal, als gratis dingen. Oké, dat is een van de beste aanpakken van online marketing die er zijn. Dit is hoe de opt-in incentive is ontstaan. Door zo'n goed mogelijke opt-in incentive te bouwen. Die ervoor zorgt dat je doelgroep zich gaat realiseren dat jij daadwerkelijk die partij bent die ze kan helpen. Dat jij daadwerkelijk degene bent met de expertise. En je hoeft natuurlijk niet al je info weg te geven. Maar het moet wel zo zijn dat het daadwerkelijk substantieel is. Dat het daadwerkelijk mensen onder de indruk maakt van je. Als je bang bent dat je dan niets meer kunt verkopen omdat die itch dan weg is, hè, dus dat ze niet meer het gevoel hebben iets nodig te hebben, maak je geen zorgen. Want zolang mensen ergens niet voor betalen, gaan ze er nooit mee aan de slag. Dat is een hoge uitzondering dat iemand iets aan gratis materiaal op zo'n manier consumeert dat ze er ook daadwerkelijk iets mee doen. Dus je kunt best een lang en uitgebreid blogartikel over iets als het structureren van een roman maken. Het mooie daarvan is dat bij blogartikelen je ook het hebt over subonderwerpen van je dienst. Dus jij schrijft geen blog van 100 pagina's over het schrijven van een boek van A tot Z. Oké, dat doe je niet. Wat je doet is je pakt een subonderdeeltje van een specifieke uitdaging die je doelgroep heeft. En dan maak je een heel uitgebreid blogartikel over zodat dat subonderdeeltje helemaal is uitgelicht. En dan pak je daarna in je volgende blogartikel
een heel ander subonderdeeltje. Zoals de perfecte titel voor je roman, waardoor iedereen hem uit de schappen wil drukken. Of zo. Ik zeg maar wat. Dat is een ander, heel ander onderwerpje. Je maakt daar niet één prachtige gestructureerde cursus van, zoals je in een digitaal product zou doen, bijvoorbeeld, hè, in een online cursus. Maar je pakt simpelweg de subonderdelen die jouw doelgroep kan aanspreken, omdat ze daar tegenaan kunnen lopen en jou daardoor kunnen gaan vinden in de zoekmachine. Maar goed, ik dwaal af, want het idee hierachter was, is dat je ook blogartikelen gebruikt op dezezelfde manier. Ook dat is copywriting. Peter, als mensen scannen, is het dan handig de zogenaamde trefwoorden te highlighten? Nee, dat moet je niet doen. Nee, een tekst moet gewoon aantrekkelijk en goed leesbaar zijn. Dus het highlighten... Het highlighten van woorden, dat heeft geen enkele zin. Je kunt wel bepaalde dingen beter laten opvallen, zoals titels en zo, zodat mensen wat gemakkelijker beginnen met lezen op je pagina als ze erop landen, maar je hoeft geen woorden in je tekst te highlighten, dat werkt eerder averechts. Marion, jij zegt, ik heb al die blogs over al die subonderwerpen, maar misschien moeten ze beter worden opgebouwd naar een call to action. Ja, dat is heel vaak wat ik bij de meeste blogs zie ontbreken, dat er niet wordt toegewerkt naar dat ze eigenlijk losstaan als materiaal en niet bijdragen aan het commerciële doel van het bedrijf. Okay? Dus dat is iets wat je zeker in gedachten zou kunnen houden. Even denken. Copywriting. Nog andere punten die we moeten aanstippen hierbij. Ja, nog een belangrijke is als je copy schrijft, maak het dan behapbaar. Kleine, hapklare brokjes. Zorg ervoor dat mensen het gevoel hebben dat ze nooit veel moeite hoeven te doen om iets te lezen. En ook dit geldt weer voor al die verschillende soorten materiaal. Dus een voorbeeldje, even kijken of ik die erbij kan pakken. Dan moet ik even zoeken naar bijvoorbeeld naar een Facebook ad. Iets van Facebook ad copy wat ik recentelijk geschreven heb. Ja, kijk, hier zie je het. Wat jullie hier zien is een Google Sheet van mij waarin ik mijn advertentiecopy op een rijtje heb gezet. Een aantal. En de reden dat ik dit erbij pak is omdat ik even het verschil tussen een aantal dingen wil laten zien. Hier zie je namelijk één stuk tekst, één grote lap tekst. En hier zie je een tekst die opgedeeld is in allerlei paragraafjes. En elke keer zitten daar enters tussen. Okay? En je ziet wat een ontzettend verschil het maakt als je die linker en die rechter probeert te lezen. Als je begint aan die eerste, dan hebben je ogen per direct moeite met het vinden van de juiste plek om zich op te richten, om het regel voor regel te gaan consumeren, om er doorheen te gaan werken. Okay? Als gedurende het lezen je aandacht ook maar één moment verslapt, dan kost het je een paar microtellen meer om weer, hè, je brein is natuurlijk heel snel, maar het kost je langer de tijd om te vinden waar was ik nou ook alweer gebleven, bijvoorbeeld hier, om dan weer terug te gaan. Dus midden in zo'n tekst vallen is heel moeilijk. En dan gaan we naar die tweede, dan zie je die opdeling, die enters overal tussen, korte paragraafjes, elke keer met gemak er doorheen kunnen. Dat zorgt ervoor dat je heel moeiteloos door zo'n tekst heen kunt gaan. Heel gemakkelijk kunt terugpakken waar je gebleven was, ook als je aandacht eventjes verslapt, om hier doorheen te werken als je dit leest. Maar zie je deze tekst, die is nog niet bewerkt, er zitten nog geen enters in. Dus je ziet dat het hier weer heel moeilijk is. Hier is het weer heel lastig om er doorheen te komen. Maar hier, bij deze tekst, is het weer heel eenvoudig. Hier is het elke keer bijna maar één regel. Zie je dit? Pas hier wordt het iets langer. Oké? Dus dat is een puntje wat ik even wilde maken. Als je tekst maakt, of het nu Facebook ad copy is, of Google ads, of e-mails, dit geldt natuurlijk ook voor je sales letters, heel belangrijk.
dan wil je mensen nooit het idee geven dat ze een hele lap tekst moeten gaan lezen. Misschien is het jullie wel eens opgevallen dat mijn nieuwsbrieven, noem ik het maar even, maar mijn e-mails, dat die altijd zo smal zijn. Oké? Okay? Dus een tip die ik ooit eens heb opgepakt in een van de eerste jaren dat ik online marketing deed. En ik ben dat altijd blijven doen. En ik ben daar echt een ontzettend voorstander van. Gewone kale tekst, zodat het er niet uitziet als een bedrijf, maar als een bekende. En vervolgens een smalle kolom, links uitgelijnd, zodat je op een normale manier van rechts naar links leest. Maar dat het er ook al is het heel veel tekst, want ik schrijf vaak lange mails, hè, zodat ik veel tijd krijg om op mensen in te praten. Maar dat het er nooit uitziet als een lange tekst. Dat is waarom ik die smalle kolom gebruik. Het ziet er altijd uit alsof je er zo doorheen bent. Want die smalle kolom zorgt ervoor dat je nooit een pagina aan tekst ziet. Ook al gebruik ik die spacing, ook al gebruik je die entertjes overal tussen. Dan nog is het als een hele pagina vol is. Hè, ook al staan daar enters tussen, dan ziet het eruit als zo'n hoop werk zeg. Nou, dan ben ik wel een paar minuten aan het lezen. En de aandachtspan is zo kort van mensen dat je dit gewoon in de procenten doorklikratio's terugziet bij zowel mails, salesletters, noem het allemaal op. Dus probeer dit soort kleine puntjes altijd meteen vanaf het begin af aan in je werkwijze te verwerken. Dus bij e-mailmarketing, als je dat met je programma met weinig moeite kunt doen, maak dan zo'n kolom. Als je programma dat niet ondersteunt, ga er ook niet hele halsbrekende toeren voor uithalen. Maar dit zijn wel belangrijke dingen. En dan is er wat e-mail marketing betreft, is als ik nu daar toch op beland ben, is er nog een belangrijk punt. Maar Jon, dit is voor jou ook belangrijk. En misschien weten jullie het al, want ik heb het er in het programma ook over, maar ik wilde het nog even terug laten komen. En dat is het volgende. Ik ben hier ingelogd in mijn Active Campaign Automation. Een van de automations. En dit is een e-mail automatisering. Zoals je hier boven de hoek ziet, heet die long copy. Dit zijn van die lange e-mails die je van mij ontvangt. En als je ingeschreven staat op mijn lijst. Okay? En wat er gebeurt is, als mensen binnenkomen, dan stromen ze door een mail heen. Zoals hier staat bijvoorbeeld een e-mail. En wat ik daarna doe, is ik stel daarna een wait note in. Dus een wachtmoment, waarop 3 dagen gewacht wordt. Dus iedereen die mail heeft ontvangen, die gaat daarna 3 dagen in de wachtrij. En na 3 dagen bouw ik een controle in en die kijkt of dat de gebruiker die e-mail heeft geopend. Okay? Als dat nou niet het geval is, als iemand die e-mail niet heeft geopend, dan, zie je hier aan de zijkant, stuur ik diezelfde e-mail nog een keer, maar met, ik weet niet of je het kunt lezen, ik zal een beetje inzoomen erop, maar met een alternatief onderwerp. Old subject. Oké? Okay? Dus wat hier gebeurt is, hier wordt de e-mail verstuurd, 3 dagen wachten, controleren of die geopend is. Is die niet geopend? Zelfde e-mail, maar met een ander onderwerp. Hoe komt dit nou over op de gebruiker? Oké? Okay? Die gebruiker, die ziet een e-mail binnenkomen. Maar in de drukte van de dag, in het feit dat ze een mailbox vol zit en die net aan het opschonen is, heeft hij zoiets van, weg ermee. Dus die gooit die e-mail weg en die opent hem niet. Wat de reden dan ook is. De kans dat diegene dat alleen maar deed omdat het hem gewoon niet uitkomt, maar daar in principe geen probleem heeft en hem op zich best had willen lezen, geldt voor een percentage van je lijst. Dus een van de meest laagdrempelige manieren om al dat harde werk wat je hebt gestopt in het schrijven van e-mails te leveragen, is door simpelweg die check-in te bouwen en hem 3 dagen later nog een keer te sturen. Heeft iemand hier last van? Nee, want je stuurt hem alleen maar naar die mensen die hem toch niet geopend hebben. Dus je weet dat die mensen, dat die de inhoud van die e-mail niet kennen. Het enige wat ze mogelijk gezien hebben, oké? Okay? Oh. Mijn camera gaat even moeilijk doen. Het enige wat ze mogelijk gezien hebben is het onderwerp. Dat kunnen ze gezien hebben in de drukte in hun mailbox. Dus die veranderen we. Maar de rest laten we hetzelfde. Dus je haalt 2 keer leverage uit die 1 keer werk. Als je de moeite doet om een mail te schrijven en hem in te stellen in je autoresponder,
Neem dan die 2 seconden extra om hem te kopiëren en die check ertussen te zetten of die geopend is of niet. Is die niet geopend, stuur hem nog een keer met een andere subject line. Maar Jon, jij geeft aan dat ze bij jou allemaal zo staat ingesteld. De originele titels hebben een hogere openingsrate, maar ook de alternatieve titels worden goed geopend. Ja, wat je moet realiseren is dat de tweede groep, of de alternatieve titel, wordt alleen maar gestuurd naar mensen die de eerste niet hebben geopend. Dus daar zitten naast de mensen die hem nog wel zouden willen openen, zitten ook alle onactieve leden van je lijst bij. Er zitten ook alle mensen bij die eigenlijk gewoon niet echt interesse meer hebben en die gewoon helemaal niet echt meer op je mail zitten te wachten. En dat is prima, dus die openen hem niet. Dus die zitten allemaal ook in die tweede, waardoor altijd de percentages van die tweede mail zijn altijd veel lager. Maar wat je vaak ziet is dat je nog wel 1% of 10% van die tweede groep hem ook nog opent. Dus dat is 10% aan ogen gericht op jouw tekst, 10% aan kansen voor mensen om door die tekst heen te komen, bij je call to action te komen en in actie te komen. Als je dit uitrolt over een hele lijst en als je dit uitrolt over een jaar en als je het uitrolt over tienduizenden leads, dan heb je het over heel veel omzet die je heel laagdrempelig opwekt, omdat je alleen maar die extra checker inbouwt. Dus Marjon doet het al. Maar dames en heren, zorg ervoor dat als je begonnen bent met het schrijven van je e-mails, zoals we in het programma zeggen, dat je dit erin bouwt. Overigens misschien meteen een goede vraag. Wie van jullie is daar nog niet aan begonnen, aan het schrijven van je e-mailmarketing? En eigenlijk wil ik daar meteen zeggen, en waarom dan niet? Want dit is natuurlijk het eerste wat na het afronden van je opt-in incentive en het maken van je instapproduct en upsell, is dit het eerste wat belangrijk wordt. Richard, jij geeft aan dat je daar nog niet aan begonnen bent. Ik neem aan dat het komt omdat jij nog aan het stoeien bent met je landingpage. Klopt dat? Anita, hetzelfde verhaal. Ja, oké. Okay. Nou, helder. Als je net begonnen bent, is logisch. Eerst moeten die stapjes doorgewerkt worden, hè? Ik pak ze er even bij. Zo, even het schema erbij. Dus je ziet het hier. Hè? Ik pak hem er graag even bij. Dit, nogmaals, dames en heren, houd dit schema erbij. Hè? Zorg ervoor dat je deze ergens bij je werkplek hebt hangen. Dat je er vaak aan herinnerd wordt. Want dit moet je hele denkwereld worden. En waar we het nu over hebben gehad, deze afgelopen call, is eigenlijk dit blokje content en deze blokken e-mail die je hier ziet. Oké, die twee. Dat zijn hele belangrijke. En die content, die kun je opdelen in zowel e-mail of in zowel blogcontent, dus blogposts, maar ook bijvoorbeeld sociale media content. En dat werkt precies hetzelfde. Dus diezelfde punten die we behandeld hebben over copywriting en over het wervend schrijven en zorgen dat mensen in actie komen, die gelden net zo goed voor sociale media posts als voor blogartikelen. E-mail marketing zie je hier, hè? De reden dat we dit doen is omdat we mensen in actie willen laten komen om dit te doen, dit lijntje. Dit is de actie. Dit is dat ze van je mail naar je low-end sale toe gaan. Dus we moeten ervoor zorgen dat die mails niet zomaar gelezen worden, maar hieraan bijdragen. Als dit lijntje niet gevolgd wordt, dan hadden we de e-mails net zo goed niet kunnen schrijven. Oké? Okay? Dus dat zijn even de punten die heel belangrijk zijn om in je achterhoofd te houden. Overigens, de advertenties is er nog één, hè, waarop we dit loslaten. Ditzelfde idee. Ja, Annemiek, inderdaad. Als je hieraan gaat beginnen, dan is het dus heel goed om deze dingen in het achterhoofd te houden. Overigens, jij zegt dat je nog bezig bent met je e-book. Hetzelfde verhaal. E-book is ook wervend. Ook daar probeer je iemand aan te zetten tot een doel. Heb ik daar nog een voorbeeld van? Ja, kijk, wat ik bijvoorbeeld... ook nog wel een voorbeeldje van.
Nou, kan ik zo snel even niet vinden. Maar ik geef mensen die deelnemen aan mijn webinar bijvoorbeeld. Of die deel hebben genomen aan mijn webinar. Die geef ik een samenvatting daarvan. En die samenvatting is gewoon een pdfje. En in dat pdfje stip ik een aantal van de punten die ik in dat webinar bespreek. In mijn verkoopwebinar, hè, voor nieuwe deelnemers aan het programma. Stip ik een aantal van die punten die ik daarin behandel, stip ik aan in die pdf. Maar waar het me om gaat, is dat die mensen aangezet worden tot het nemen van actie. Dus de onderwerpen die uit het webinar komen, die gebruik ik daar weer als excuus om te praten over hun situatie, over hun gewenste resultaat, over hoe dat in hun voordeel is als ze daar naartoe kunnen gaan werken de komende tijd. En vervolgens bouw ik in dat e-book links naar de verkooppagina. Okay, dus in die pdf staan linkjes, call to actions. Dus vergeet niet dat ook je e-book, ook je opt-in incentive, kan daarvoor functioneren. In het programma heb ik vrij uitgebreid de opbouw van een e-book behandeld. Maar vergeet niet dat we in een van de eerste sessies over je opt-in incentive iets van 5 verschillende vormen van een opt-in incentive behandelen. En ik zie bijna iedereen grijpen naar dat e-book. Maar een e-book is best wel wat werk. En er zijn veel gemakkelijkere manieren om een opt-in incentive te genereren. Dus ik wil niet zeggen dat het niet goed is. Een e-book is heel krachtig. Ik gebruik zelf ook e-books. Maar je maakt het jezelf er niet per se altijd makkelijk mee. Wat ook hele goede opt-in incentives zijn, bijvoorbeeld, zijn checklists. He, dus Marjon, de checklists voor de beginnend schrijvers. De eerste, zeg maar, de checks die je moet hebben om aan je eerste hoofdstuk te beginnen. Also, checklist van hoofdstuk 1. Even kijken. Richard. Checklist voor het dagelijks binnenkrijgen van de juiste voedingsstoffen. Peter. Checklist voor herstel na een trainingssessie. Fitcheck. Ja, ook fitcheck. Dat is een hele goeie. Checks om erachter te komen of je in conditie bent of niet. Oké? Dus dit zijn dingen die helemaal als we het gaan hebben over adverteren. Facebook ads en dat soort dingen, dan betaal je voor het krijgen van een persoon op je mailinglijst. En hoe laagdrempeliger en aantrekkelijker en sneller het resultaat is wat je ze kunt beloven, hoe beter het is. En een e-book, ondanks het feit dat je daarin heel veel waarde kunt stoppen, is ook een drempel. Want ze moeten dan, het woord boek zit erin. Oeh, een e-book. Oké, dan moet ik dat downloaden, dan moet ik dat helemaal gaan lezen. Veel mensen doen het. Het werkt relatief goed. Er komen veel, er komt veel resultaat uit e-books. Maar wees hier creatief in. Het enige wat ik eigenlijk wil zeggen is, pin je daar niet op vast. Ik heb in een van mijn bedrijven bijvoorbeeld heel erg lang gewerkt met een videotip. Heel simpel, 1 tip opgenomen op een video en op mijn opt-in incentive pagina gezegd, ik heb een gratis videotip voor je, vul hier je naam en e-mailadres in en dan stuur ik hem je toe. Heel simpel. En dat is gewoon je telefoon aanzetten met de camera en in 5 minuten een tip inspreken en dan heb je een opt-in incentive. Okay? En daar kun je dan alles wat we hebben besproken in het programma daarna op los gaan laten en er diep over na gaan denken, maar het kan heel laagdrempelig. Richard, nee, er is geen wet of regel over hoe uitgebreid je checklist of je e-book moet zijn. Het enige wat het moet doen, is het moet voldoende waarde bieden om iemand zover te krijgen dat hij in actie komt. Annemiek, je zegt, ik vind zelf een video staan dus niet echt leuk. Nou, denk je dat ik dat leuk vond? dat is iets, daar wen je aan. Dat, in het begin is dat heel spannend. En dan doe je het de tweede keer, dan is het al minder spannend. En dan doe je het de vijfde keer, dan is het nog minder spannend. De tiende keer is het nog maar een heel klein beetje spannend. En de 500ste keer, zoals bij mij nu, is er helemaal niks spannends meer aan. Dus spannend is tijdelijk. Spannend is op een gegeven moment weg. Dus daar hoef je geen zorgen over te maken. Nee, ik meen het serieus. Nee, het is niet meer spannend. Het is zelfs leuk. In het begin vond ik het niet leuk.
Ik vond het verschrikkelijk. Ik wilde mezelf helemaal niet blootgeven. Ik had helemaal niet het idee dat mensen op mij zaten te wachten met mijn grote mond en mijn grootspraak en mijn ego. Daarbij had ik niet verwacht dat ik iets te melden had. Daarbij had ik ook niet verwacht dat ik dat op de juiste manier zou kunnen brengen. Maar je oefent daarmee. En kijk, ik doe het misschien nu nog steeds niet perfect, maar je wordt er wel beter in. En het is veel beter om degene te zijn die het wel doet op het internet, dan degene te zijn die dat niet doet. Dan degene te zijn die dat niet durft, want dan is er iemand anders die het wel doet. Jij kunt beter diegene zijn die dat wel doet. Zonnebril. Ja, kun je overwegen. Op zich, ik laat me er niet over uit. Als je dat met een zonnebril wilt doen, dan ga je gaan. Maar ik blijf hier wel op hameren. Ik vind eigenlijk dat iedereen video's moet maken. Dus dan heb ik het in ieder geval gezegd. Doe er je voordeel mee. Het werkt gewoon veel beter op bijna alle fronten. Even kijken, want ik ben even afgedwaald. Ik heb hier Peter, ik heb hier jouw super Annemiek. Heel goed. Alvast veel succes en stuur het me toe. Hè? Dat vind ik leuk. Peter, ik heb hier jouw pagina. Ik dacht, daar lopen we eens even doorheen. Dit is jouw sales site. Om te beginnen, complimenten voor het uiterlijk. Dames en heren, ik scroll er even heel snel doorheen, maar het is een heerlijk eenvoudig, clean uiterlijk. Oké? Gewoon wit, geen gekke kleuren en gekke dingen. Simpel, overzichtelijk. Ah, fijn, dat doet me goed. En gewoon één groene balk bovenin met een headline. Eén simpele subheadline. Nou, qua design ben ik hier heel erg over te spreken. Laten we eens gaan kijken naar de inhoud. Gelukt, je bent geregistreerd en je gratis e-book is per e-mail naar je onderweg. Het kan enkele minuten duren voordat deze aankomt. In de tussentijd heb ik nog een belangrijke boodschap voor je. Hartstikke goed. Wil jij weten wat een makkelijk in luttele minuten te bereiden, maar qua voedingswaarde compleet ontbijt met 52 essentiële voedingsstoffen en alle 25 vitamines en mineralen voor jou zou kunnen betekenen? Deze headline, daarmee zit je heel ver in de goede richting. Maar hij is net te lang, te moeilijk leesbaar. Ik merk dat ik erover struikel. Maar ik ben heel erg fan van de concrete punten die je noemt. Je noemt makkelijk in luttele minuten, oftewel makkelijk en kort, qua voedingswaarde compleet met 52 essentiële voedingsstoffen. Niet een paar, niet veel, niet alle. Nee, 52 essentiële voedingsstoffen. En 25 vitamines en mineralen. Oké? Dat allemaal super concreet en meetbaar. Daar hou ik van. Het enige wat je nu moet proberen is deze ietsjes in te korten. Even kijken of we dat meteen kunnen doen. Ontdek wat een simpel, in enkele minuten te bereiden, compleet ontbijt met 52 voedingsstoffen en 25 vitamines en mineralen voor jou kan betekenen. Dus ietsjes korter, maar heeft ongeveer dezelfde inhoud. Oké? Als je hem niet hebt opgeschreven, de recording van dit webinar komt in de programmaomgeving te staan. Maar zo zou ik het ongeveer doen. Probeer hem een beetje in te korten. In slechts enkele minuten heb ik een super gezond en overheerlijk ontbijt klaargemaakt en genuttigd. Het geeft me een voldaan en goed gevoel. Ook omdat ik zeker weet dat ik alle 52 essentiële voedingsstoffen, alle 50 vitamine binnenkrijg. Ik ben al jaren opgewicht. Het kost me geen enkele moeite om dit zo te houden. Ik voel me vitaal. Oké. Probleem hiervan. Wie weet het probleem hiervan? Ik wacht even op de reacties. Maar even kijken hoe goed jullie hebben opgelet. Wat is het probleem van dit stukje? Er zit vast wel iemand tussen die het antwoord weet. Geen emotie, zeg jij? Nou, dat is nog niet zozeer het probleem. Laat ik het zo zeggen, dat is vrij gemakkelijk op te lossen. Herkenning, zeg jij, Anita? Was dit hem? Nou, laat ik het maar zeggen dan.
Anita, met herkenning weet ik niet precies of je hetzelfde bedoelt. Misschien zet je in de juiste richting, maar let op. Hier staat het woordje ik. Hier staat het woordje me. Hier staat het woordje ik. Nog een keer ik. Ik. Me. Ik. 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 Oké? Ik denk dat we op een stuk of 10 keer ik zitten. Dit stukje tekst is perfect, maar je moet hem omdraaien. Alles wat hier gezegd wordt, moet je projecteren op de lezer. Dus, in slechts enkele minuten kun jij een supergezond en overheerlijk ontbijt klaarmaken en genuttigd hebben. Het geeft jou een voldaan en goed gevoel, omdat jij zeker weet dat je eindelijk alle 52 essentiële voedingsstoffen en alle 25 vitamine binnenkrijgt. Je blijft op gewicht en het kost je geen enkele moeite om dit zo te houden. Je voelt je vitaal, je hebt meer dan voldoende energie om de dag door te komen. En bovendien heb je nooit meer last van die akelige snacktrack en vervelende urenlange energiedips. Hoor je het gevoel? Merk je het verschil? Dit lijkt een nuance, maar dit maakt al het verschil voor die lezer. Die haakt echt gemakkelijk af als je over jezelf praat. En blijft echt gemakkelijk lezen als hij het gevoel heeft dat het over hem gaat. Oké, gaan we even verder. Heb je een negatief zelfbeeld? Kijk, nou gaat het over jou. Daar hou ik van. Heb jij een negatief zelfbeeld over jezelf? Dat is dubbelop. En ben je ervan overtuigd dat dit met je overgewicht te maken heeft? Ben jij bang dat je nooit meer van je overgewicht obesitas zult afkomen? Omdat toch niks meer helpt? Blijf je liever thuis? Ga je liever niet meer naar verjaardagen, andere feestgezellige kroegjes? Heb je het gevoel dat wat voor anderen werkt voor jou nooit werkt, omdat jij nog geen grammetje kwijtraakt? Lukt het je steeds niet om af te vallen? Heb jij ook de moed opgegeven? Wil je weten hoe je van al deze problemen en frustraties kunt afkomen? De oplossing is ongelooflijk simpel. Wist je dat de meeste afvalprogramma's niet werken? Te rigoureuze eenzijdige methoden beperken zich tot minimum calorieën. Oké. Spartaans trainingsschema. Sommige diëten eet je maandag tot vrijdag hetzelfde. Die mag je los, trap er niet in. Dergelijke beloning weet je even rechts. Je vetrollen verdwijnen niet als sneeuw voor de zon, maar blijven hardnekkig zitten waar ze zitten en verroeren zich niet. Een goede vriend verloor 41 kilo en vond zijn leven weer terug. Ontdek nu hoe jij moeiteloos hetzelfde kunt bereiken in 6 à 8 maanden zonder gedoe met een ontbijtje van slechts 3 minuten. Oké. Ik denk dat ik nog één punt van echte feedback voor je heb, Peter. Voor de rest merk ik dat jij een heel eind bent gekomen in het leren wervend schrijven. Je doet het heel goed. Dit is iets waar je met de tijd steeds beter in wordt ook. Maar het punt wat hier nu nog echt ontbreekt, is je beperken tot één hele heldere doelgroep. Je bent met deze salesletter vrij breed gegaan nu. En je zegt eigenlijk, hey, als jij wil afvallen, als je het idee hebt dat je overgewicht hebt, ook als je obesitas hebt, als je het idee hebt dat diëten bij andere mensen werken en bij jou niet, enzovoort, dan denk je, oh, dan richt ik me dus op mensen met overgewicht. Maar dat is eigenlijk vandaag de dag niet specifiek en al helemaal niet in zo'n overbezette markt. Wat je in plaats daarvan wil doen, is je richten op een subgroep. En misschien hebben jullie het me ooit wel eens horen zeggen. Dat is ook zo'n leuk experiment om meteen te doen. Hebben jullie me ooit horen praten over de theorie van een blue ocean versus een red ocean? Wacht ik even op jullie reacties. Blue ocean, red ocean. Bij wie klinkt dat bekend? Ik zet even mijn Facebookpagina in de chat. Daar heb ik een post op staan
op 5 maart. Nog geen reacties zie ik zo te zien, maar daar stel ik de vraag. Onderneem je in een blue ocean of een red ocean? Het is niet van mij hoor, Marion. Het is een bekend concept. Maar ik heb het er vaak over, want het is zo belangrijk voor... En het is nu dus heel erg van toepassing bij jou, Peter. Als je het hebt over afvallen... Oh, en Richard, dit is voor jou ook heel belangrijk. Als je het hebt over afvallen, of Richard in jouw geval gezondheid... Dan begeef je jezelf in een red ocean. En het woord red ocean komt van het feit dat er heel veel haaien in die oceaan zwemmen. Hè? Kapers op de kust zijn, maar in dit geval wordt dat gezegd als haaien. En die haaien, die vallen je aan en die bijten je. En daardoor kleurt het water rood van het bloed. Dus waar veel haaien zijn, kleurt het water rood van het bloed. Dus hebben we het over een red ocean. Oké? Okay? Wat je wil... is jezelf uit die red ocean verplaatsen naar een volledig blauwe, schone oceaan zonder haai. En dat doe je door je niche te nuanceren en er een sub-niche van te maken. Dus in plaats van dat je het gaat hebben over, in dit geval afvallen, ga je het hebben over, in jouw geval, en ik zag het al in je sales letter erbij staan, ga je het hebben over afvallen. Kijk eens. Goede vriend van jou, overgewicht van meer dan 40 kilo, dus een man van 190 centimeter, of van 1,90 meter. Mannen van, grote mannen, oké? Okay? Dus in plaats van dat je het gaat hebben over afvallen in het algemeen, ga jij het hebben over specifiek afvallen voor mannen van boven de 1,85 meter. Of zo. En ineens merk je dat, hey, wie zit er nog meer in mijn markt? Wie zit er nog meer in mijn markt van afvallen? Nou, de halve wereld. Maar wie zit er nog meer in mijn markt afvallen voor mannen van boven de 1,85 meter? Hé, ineens niemand meer. Wie heeft er een dieet speciaal voor mannen boven de 1,85 meter? En Richard, de reden dat ik jou ook noem, is omdat wij het hier ook over hebben gehad. Als je het hebt over gezond leven, volgens mij was dat het punt bij jou, dan zit je in een red ocean en dan wordt het heel lastig. Maar volgens mij gaf ik bij jou het voorbeeld van tarwegras. Als jij het hebt over afvallen of gezond worden door iets heel specifieks wat een beetje tegenstrijdig is, een beetje vreemd is. Iets is wat mensen nog niet eerder hebben gehoord. Tarwegras en daarmee opvallen. Dan begeef je jezelf in een plantaardige eiwit. Ja, daar had jij het over. Maar ik gaf dat tarwegras als voorbeeld toen. Dan begeef je jezelf in een blue ocean. Dan verwijder je jezelf van waar al die concurrenten in zitten. Dan resoneert jouw boodschap bij diezelfde doelgroep, maar ze associëren jou niet met het zoveelste dieet, met loze beloftes of met de dingen die iedereen roept. Ze zien jou als helemaal uniek. Jij creëert in hun hoofd echt een afscheiding en jij valt niet onder de noemer diëten. Nee, jij valt onder de noemer speciale oplossing voor mensen van boven de 1,85 meter of speciale oplossing voor mensen die willen krachtsporten, maar geen dierlijke eiwitten willen eten, in jouw geval. Okay? Dus dat is die red ocean, blue ocean, dat concept, wat heel erg belangrijk is voor je. Dus Peter, nog even terug te komen op jouw sales letter. Ik denk echt dat je heel ver bent. Je vraagt het nu al, in hoeverre moet ik die sales letter nu ombouwen of herschrijven? In zoverre dat die dus moet gaan over een subdoelgroep. Oké? Okay? Ik weet, het is heel vervelend om te horen dat als je zoveel moeite hebt gedaan voor het schrijven van een salesletter, dat die dan nog niet goed is en dat je het opnieuw moet gaan zitten doen. Maar wat nog veel vervelender is als je die salesletter live gooit en die niks oplevert. Dus neem die moeite. Ik denk dat je er heel goed aan zou doen om met de ervaring die je nu hebt opgedaan om deze salesletter te schrijven en de inhoud die er al in zit, die voor een heel groot gedeelte gewoon bruikbaar blijft, om één keer helemaal van het begin af aan er opnieuw, nou ja, ik wil zeggen er opnieuw mee beginnen of er opnieuw doorheen te gaan. En hem zo te herschrijven dat hij aansluit bij een subdoelgroep. Pin me niet vast op die dieet voor mannen van boven de 1,85 meter. Dit is iets wat ik verzin. Jij zit in jouw niche. Jij weet voor wie jij een probleem kunt oplossen. Okay? Jij hebt een bedrijf. Ik heb niet jouw bedrijf. Maar jij moet op deze manier nadenken over jouw doelgroep. En misschien kom jij tot de conclusie dat mensen van boven de 1,85 meter, of mannen van boven de 1,85 meter jouw subdoelgroep zijn. Maar misschien kom je er ook wel achter dat je een andere nuance erin aan wil brengen die veel beter past bij je product. Dat kan ik niet voor je invullen. Dit was een voorbeeld.
Dus Annemiek, jij zegt eigenlijk maak je je doelgroep kleiner. Maak je je doelgroep kleiner, ja. Kijk, als je minder breed gaat, dan... dan als je het heel technisch kijkt, ja, dan maak je natuurlijk je doelgroep kleiner. Maar je maakt het eigenlijk veel makkelijker om te verkopen. En omdat je via internet zo gemakkelijk je doelgroep kunt bereiken, is het eigenlijk alleen maar in je voordeel. Dus je maakt je doelgroep eigenlijk bereikbaarder. Dat is eigenlijk wat je ermee doet. Heel technisch gezien maak je hem kleiner. Ja, er zijn natuurlijk willen afvallen, in de breedste zin van het woord, geldt natuurlijk voor veel meer mensen dan boven de 1,85 meter zijn en willen afvallen. Oké, dat is natuurlijk een kleinere doelgroep, maar dat is niet hoe je het moet zien, denk ik. Hoe specifieker je kunt zijn met je doelgroep, hoe beter het is. Geldt voor iedereen dit. Annemiek, je zegt oké, maar ik zou met mijn 1,70 meter een vrouw zijn, dan denken dat dit niet voor mij is. Nee, dat klopt. Dat klopt. Dat is ook zo. Maar als dit... Je moet het zo zien. Als dit in de breedte zou gaan over afvallen, dan zou jij, als je dit las, dit scharen onder het zoveelste dieet. En dan zou jij er waarschijnlijk helemaal niet op ingaan. Want dan concurreert Peter met Sonja Bakker en... Nou ja, dat is dan de enige naam die in me opkomt. Maar noem hem maar op. De alle 80.000 verschillende foodies, verschillende koks, verschillende diëten, verschillende aanpakken, verschillende voedingshypes. Noem het allemaal maar op. Daar concurreer je dan allemaal mee. Want allemaal belozen dat je ervan afvalt. Als je zegt, hé, ik richt me op die subniche. Die heeft een specifiek probleem wat ik oplos. Hoe specifieker dat probleem, hoe realistischer het is dat jij dat kunt oplossen. En Annemiek, wat jij zegt, je kunt ook een paar verschillende sales letters en landingspagina's maken. Dus gericht op verschillende mensen. Absoluut. Dat kan. Zeker. Kwaliteit boven kwantiteit qua doelgroep. Zeker, Richard. Dit is de boodschap. Dus dat was een punt wat ik nog even wilde maken. Ik denk dat ik zo even een kopje koffie ga pakken. Is er nog iemand anders in voor een kleine koffiepauze? Dan gaan we namelijk gewoon nog even door. Maar ja, natuurlijk af en toe wel aan de koffie. Je kan het eventueel AB testen, ja, absoluut. Even kijken. Ja, oké. Annemiek ook, Peter ook, Anita ook. Helder. Ga ik heel even koffie pakken. 1 minuut, ben ik zo terug. Tot zo.
Zo, daar ben ik weer. Even kijken. Marjon, ja, klopt, je moet een subgroep kiezen. Ik ben geen schrijfschool voor alle mensen die willen schrijven, maar ik help mensen die willen schrijven op basis van hun eigen ervaringen. Dat maakt dat ik veel persoonlijker kan zijn. Juist. Ja, Marjon, we komen zo nog even terug op die blogs, maar dit vind ik ook een hele goeie wat jij hier schreef. Dus jij bent ook een heel mooi voorbeeld van iemand die zich heel goed kan focussen op een subgroep. En je geeft het aan, schrijven op basis van je eigen ervaringen is een prachtig voorbeeld van een blue ocean. Wie heb je nou ooit gehoord die zich daarop richt? Terwijl ik me zo goed kan voorstellen dat er zoveel mensen zijn die, als ze niet al zelf het idee hebben om dat te gaan doen, te schrijven over hun eigen ervaringen, dat puur op basis van jouw marketing zouden kunnen gaan doen. Het beeld is niet in orde, zeg je. Je bedoelt, de kwaliteit is misschien wat lager, Annemiek. Dat is vaak als ik het signaal opnieuw opstart, dan doet hij er even over, gaat hij bufferen. Het zou steeds beter moeten worden. Laat me maar eventjes weten. Ja, weer goed? Oké, mooi. Het geluid stond even uit, maar het geluid is nu weer aan als het goed is. Yes, oké. Goed, Marjon, wat jij dus aangaf, hè, het focussen op die subdoelgroep voor schrijven, dat is een heel mooi voorbeeld daarvan. Dus ik denk dat dit is bij jullie wel geland volgens mij, dit punt. Maar houd dit in gedachten bij alles wat je doet. Richt je niet op de breedte. Probeer zo specifiek mogelijk te zijn met het probleem wat je oplost. En probeer diegene die dat specifieke probleem heeft te benaderen. Daar zit hem de kneep. Hè? Als je zegt afvallen, dan bereik je iedereen. Iemand van boven de 1,85 wil ook afvallen. Dus het is een valkuil om dan te denken, oh, dus mijn marketing moet gaan over afvallen. Je moet dus diep nadenken over wie is die persoon en wat zijn de eigenschappen van die persoon. En daar wil je op richten. Ja, Marjon, zeg het maar. Korte vraag over de blogs. Vorige keer hebben we over die blogs laten zien hoe je daar een call to action in zet. Hè? Dat viel ook wel in de smaak, geloof ik. Heeft iemand dat al toe kunnen passen, overigens? Dan wil ik daar wel eens een kijkje op nemen. In de tussentijd hoor ik het graag, Marjon. Ik heb een heleboel verschillende blogs. Als ik die ombouw naar een CTA, kun je dan rechtstreeks naar een salespagina linken. Zoals het nu is opgezet, hebben mensen die niet in mijn lijst staan geen toegang tot de salespages. Dat is vreemd. Geen toegang tot de salespages. Nou, je salespages wil je altijd openzetten. Dus dan moet... dat ze niet live staan op je pagina, bedoel je. Dat je niet via een menu er naartoe kunt klikken. Dat is niet erg. Dus naar dingen toeklikken op je website, dat moet je sowieso voorkomen. Er moet op een website zo min mogelijk geklikt kunnen worden. Het moet allemaal door een funnel heen. Het moet allemaal maar één kant op kunnen. En dat is de kant die jij wil. Dus wat je wil doen op de pagina's van je blogs, de call to action van je blogs, is altijd je opt-in pagina. Is altijd, ik laat het hier weer even zien, want dit hebben we natuurlijk. Zo. Wat je hier ziet gebeuren, dus dit is eigenlijk je blog. Hè? Hier zie je hem staan, de content. Die content zorgt voor bezoekers, hè? Bijvoorbeeld doordat mensen het in Google vinden. Dus die zorgt voor bezoekers. En die bezoekers gaan naar, zoals je ziet, de landingspagina. Oké? Dus de call to action bij je blogs moet niet gaan naar een salespage, want salespages, daar komen mensen altijd op terecht op één van twee manieren. Ofwel nadat ze op je landingspagina zijn geweest, zich voor het eerst hebben ingeschreven, ofwel vanuit call to actions uit je e-mails. Dat is hoe mensen op je salespage komen. Dus je wil niet in je blogs verwijzen naar je salespage, dus het feit dat die niet bereikbaar zijn via je website, hè, dat je daar niet mee op je salespage kunt komen, dat is goed.
Dat is prima. Want we willen mensen niet rechtstreeks verkopen. Ja, dat kan wel. Hoor, je kunt natuurlijk wel een linkje naar je salespage op je pagina zetten. Maar de kracht van die salespage, die zit er maar eigenlijk in dat je daarop altijd een speciaal aanbod doet. Dus als mensen altijd die pagina kunnen bereiken, gewoon via het menu van je website bijvoorbeeld, dan is het heel raar als daar een speciaal aanbod geldt, wat eigenlijk altijd voor iedereen geldt. Dus ja, Marjon, dus wat je aangeeft, salespages komen alleen via de e-mail marketing en op de bedankpagina, hè? Dus na het inschrijven voor je opt-in incentive. Dus dat is waar je naar, je linkt dus vanuit je blogposts naar je opt-in pagina, naar je landingspagina. Dat is hetzelfde, hè? Opt-in en landingspagina is hetzelfde. Ja, dus dat doe je goed. Anita, jij geeft aan dat je kwijt was hoe dat moest met Thrive. Dan moet je even de opname van vorige keer pakken. Maar als iemand nou dat al heeft toegepast, dan kunnen we dat even meteen bekijken. Dan zien we meteen hoe dat eruit ziet. Maar ik weet niet of iemand al zover was dat... Marjon bijvoorbeeld, heb jij al met Thrive call to actions toegevoegd aan je blog? Pak ik hem er even bij. Ja, het is geweldig. Oké, komt-ie. Leuk. Kijk eens, hier hebben we de blog van Marjon. Ik zal gewoon even naar de hoofdblogpagina gaan. Oké, blog van Marjon, ziet er prachtig uit. Heel netjes. Oké, dan pakken we de eerste erbij. En dan zien we, als ik ga scrollen, 1, 2, 3, hoppa, daar is die. Onzeker over je schrijftalent? Vraag het gratis e-book aan. Super. Oh, comments eronder. Geweldig. Nou, netjes hoor. Dit ziet dus precies de bedoeling. Annemiek, als ik een do-it-yourself blogje maak, dan heb ik alle benodigde materialen gelinkt, zodat ze die heel snel bij elkaar kunnen zoeken. Als ze ook het project zelf willen maken, moet ik dan voor ieder project een landingspagina aanmaken en de do-it-yourself projectjes als pakketjes aanbieden? Ja, dat zou ik doen. Dan heb je meteen namelijk hele goede opt-in incentives. Dus ik zou, als jij het hebt over stukjes van een geheel, hè, dan kun je heel gemakkelijk het geheel als opt-in incentive aanbieden. Ja, dat is een goed idee. En Annemiek, je zag dus hoe Marjon dit gedaan heeft nu met die call to actions in Thrive. Het is heel simpel met de Thrive Leads plugin die je standaard in je sales site krijgt van ons. Omdat het een Thrive tool is, kun je de in-content tool toepassen. Daar hebben we het vorige keer over gehad, dus dat kun je even terugzoeken. Hoeveel landingspagina's kun je maken? Oneindig. Een landingspagina is gewoon een pagina van je website. Je kunt zoveel pagina's maken als je wil. Waar het om gaat, en in het geval van een sales site die je bij ons runt, ook kun je gewoon landingspagina's op aan blijven maken. Dat is geen punt. Waar het om gaat is dat die landingspagina clean moet zijn. Dus we kunnen dit... Even kijken... Het punt is dat een landingspagina, die moet gewoon maar één functie hebben. Eén functie. Eén ding. En dat is inschrijven voor je lijst. Ze mogen gewoon niks anders kunnen op die pagina. Dus er moet geen menu zijn, geen afleiding zijn, geen sidebar zijn, geen zijbalk, geen interne linkjes, geen linkjes in de tekst, niks daarvan. Alleen maar, wil je dit en dit en dit toffe ding hebben? Ja, naam en e-mailadres invullen. Klaar. Oké? Kun je Thrive Leads alleen krijgen via jullie salespagina? Wat als ik dat op mijn eigen site wil? Dan moet ik het kopen. Ja, voorheen deelden we dit, maar dat is niet meer behapbaar. Dus je krijgt van ons een sales site en daar zetten we die tools op. Het zijn hele dure tools, dus anders dan is dat niet te doen voor ons. Maar, um,
Maar het heeft niet echt een voordeel voor jou om het op je eigen pagina te doen. Want je kunt namelijk... Je kunt gewoon vanuit je sales site pagina's linken naar je eigen pagina. Dus stel dat jij je bedankpagina bijvoorbeeld op je eigen site wil zetten, dan kan je gewoon instellen op je sales site dat na hun inschrijving mensen naar jouw bedankpagina gaan of zo. Het is eigenlijk niet echt... Het enige verschil is de URL, joh. Dat is, en mensen staren zich daar heel erg blind op. Alsof er een verschil is tussen de sales site en jouw site. Maar dat is niet zo, want daar kijkt niemand naar. En je landingspagina mag toch geen menu hebben, mag toch geen afleiding hebben. Dus hoe hebben mensen nu in de gaten dat dat niet jouw site is? Dat hebben ze helemaal niet door. De enige manier waarop je dat kunt zien is dat de URL in die balk er ietsjes anders uitziet. Nou, kan je garanderen dat echt niemand daarnaar kijkt. Dus dat is echt gewoon geen punt. Richard, zou je een banner of slider ook op jouw website kunnen gebruiken als link naar je landingspagina? Of is dat te direct? Nee, dat is niet te direct. Je moet het zo zien. Je website, zoals je die in traditionele zin benaderd hebt tot nu toe. Ik pak die van jou er even bij, hoor. Dat was thanks to nature, volgens mij, hè? Ja. Oké. Deze website, hè, zoals die er hier uitziet, dit is je traditionele website, oké? Dit is die website waar mensen zelf moeten zoeken, waar mensen niet hun weg op vinden, waar mensen dus nauwelijks op kopen, omdat het veel te veel in één keer is, met een gigantisch menu en veel te veel mogelijkheden en veel te veel klikjes en dingetjes. En dan staat daar een hele grote banner op en dan is jouw vraag, kan ik daarmee linken naar mijn landingpage of is dat te direct? Dat is niet te direct, want die landingpage die voldoet daadwerkelijk aan een doel. Niks op deze site zoals die nu is voldoet aan één helder te volgen pad, één helder doel. Wat je eigenlijk wil, is dat zoveel mogelijk plekken op je site gaan verwijzen naar je landingpage. Dus blogs is daar het mooiste voorbeeld van. Hè? Dit soort blogs die je hier hebt, die wil je allemaal wil je hier de focus leggen rondom de inhoud van die blog. Wil je de focus leggen op het feit dat ze kunnen doorklikken naar je landingspagina om jouw gratis opt-in incentive te verkrijgen. Want dan gaat alle inhoud van jouw site gaat bijdragen aan nieuwe subscribers, aan nieuwe mensen die jij kunt bereiken met je marketing. En dan volgen ze jouw route. Dus nadat ze zich hebben ingeschreven, komen ze op je bedankpagina. Daar doe je ze een eerste aanbod. Vervolgens kun je ze gaan e-mailen. Kunnen ze terugkomen naar jouw aanbodpagina. Net zolang tot ze iets kopen. Binnen de sferen, binnen de markt, binnen de oplossing waarin je ze hebt aangetrokken met je opt-in incentive. Oké, dus jouw vraag. Een link zetten in je banner. Die homepage van je traditionele site heeft gewoon niet zoveel waarde. Die doet niet zoveel. Dus natuurlijk kun je daar gewoon een link op zetten naar je landingspagina. Daar gaat niks fout als je dat doet of zo. Je moet het eigenlijk omdraaien. Die site zoals je hem nu hebt, die komt aan het eind. Eerst moeten mensen door je verkooptraject heen. Dus ze moeten binnengehaald worden door je landingspagina. Er moet laagdrempelig verkocht worden bij je low-end sale, bij je instapproduct. Daarna moet er een upsell verkocht worden. En daarna moet je de mensen die je in je instappagina hebt vasthouden, moet je terug gaan leiden naar die verkooppagina's met e-mails. Oké, en pas als dat allemaal gebeurt en dat soort structureel voor omzet, dan worden het klanten bij je, vaste klanten. En dan kun je in je e-mailmarketing later, als dat winstgevend is, dat geheel, kun je ze ook doorgaan sturen naar andere producten op je webshop. Kun je ze gaan laten shoppen. Eén keer in zo'n tijd kun je ze aanbiedingen sturen en dat soort dingen. Maar de shop site, zoals die nu bestaat, die heeft voor nu niet zo heel veel waarde. Die functioneert meer als een verkapt winkelmandje, waar langs mensen kunnen bestellen en afrekenen en dingen kunnen toevoegen aan hun bestelling. En zoals wat wel natuurlijk nodig is, hè, maar dat is de rol. De verkoop ligt bij die pagina's erboven. Even kijken. Marjon, hoe je de call to action op je blog zet staat in de laatste 10 minuten van de Q&A van 15 maart. Oh, super, fijn dat je dat nog even aan hebt gestipt. Anita, kun je dan zelf updaten op jullie salespagina? Ik wil graag met Thrive werken. Ja, zeker. Dus
Je krijgt van onze sales site, waarop Thrive geïnstalleerd staat. En daar kun je, dat is eigenlijk gewoon een website, hè? Die kan net zoveel als een andere website. Het is gewoon, daar kun je zelf pagina's op aanmaken. Daar kun je zelfs, als je het zou willen, kun je daar een blog op zetten. Daar kun je alles mee wat een website kan. Alleen de reden dat we dit zo hebben ingericht, is omdat alle tools er dan al op staan. En wij gemakkelijk kunnen helpen met eventuele technische support. In plaats van dat we helemaal in jouw site moeten gaan duiken. Waar een of andere developer misschien weer van alles gedaan heeft. Of waar je zelf mee hebt zitten klooien met plugins die wij niet kennen. Of waar we iets veranderen en dan stopt de boel ermee. Dat hebben we in het verleden allemaal meegemaakt. Dus om dat te voorkomen, krijg je één clean pakketje met tools die allemaal werken en zijn ingesteld. Waar wij ervaring mee hebben, zodat je daar meteen mee uit de voet kunt en wij je goed kunnen helpen. Dus dat is wat ik je aanraad om te doen. Graag gedaan, Richard. Ik ben heel benieuwd overigens naar jouw funnel als die staat, naar jouw verkooptraject. Anita, heeft Marion dan zelf Thrive? Ja, Marion heeft wel zelf Thrive, dat klopt. En anders kun je toch geen CTA toevoegen in de blog, of begrijp ik het nog niet goed? Nee, Anita, dat klopt. Als je je blog host bij ons op je sales site, dan kun je dit doen. Als je je blog niet host bij ons, als je die ook per se op je eigen site wil, dan kun je dit niet op deze manier doen. Maar dat betekent alleen maar dat je dat niet met Thrive kunt doen. Dat betekent niet dat je niet zelf gewoon call to actions in je blog kunt zetten, wat gewoon een kwestie is van kopiëren en plakken. Dus als jij een mooie call to action maakt, dan kun je die gewoon in je blog zetten. Daar heb je Thrive in principe niet voor nodig. Het is alleen een handige tool die dat in één keer doet. He, dus dat is het enige punt. Even kijken, dan is het laatste punt wat ik wilde aanstippen voor vandaag, tenzij jullie nog andere vragen hebben, is het stukje systematiseren van je bedrijf. Dat is een hele, denk ik, hele belangrijke. Ja, Richard, een call to action kun je gewoon ook als simpele link toevoegen in je blog, absoluut. En sterker nog, mijn ervaring is dat als ik call to actions ontwerp, bijvoorbeeld als bannertjes in de tekst, of net zoals met Thrive met mooie kafjes erbij, dat werkt heel goed. Maar om een of andere reden werkt niets zo goed als echt in de tekst aansluitend op de inhoud van de tekst call to action schrijven. Dus echt in een paragraaf waarin je het hebt over bijvoorbeeld een gezonde oplossing voor je ontbijt, dat je daar zegt, hey, wil je trouwens 15 tips voor het beste ontbijt met 52 gezonde voedingsstoffen erin? Download dan nu mijn e-book. Dat, niets werkt zo goed als dat. Een call to action die echt onderdeel is van de tekst. Maar goed, dat is natuurlijk heel veel handwerk. Als je dit opschaalt en je hebt heel veel content, dan wordt dat misschien te veel handwerk. En dan is een oplossing als Thrive is gewoon schaalbaar. Dus dan kun je in één keer voor honderden blogartikelen kun je die call to actions regelen. Richard, mijn website systeem werkt al redelijk gekoud, waarbij ik niet een mooie knop in een blog kan maken, maar alleen met tekstwerk. Nee, maar ja, goed, zoals ik al zei, Richard, je kunt heel gemakkelijk die tekstlinkjes gewoon toevoegen. Dat werkt ook. Dat is een goed begin. Daar moet je nu nog niet op blind staren. Wat ik je wel aanraad, is als je op een punt komt dat je een echte blogstrategie gaat hanteren, een contentstrategie. Ik kijk heel even hoeveel artikelen jij hebt op je blog. Het zijn er wel aardig wat, zo te zien. Maar de eerste is van 7 januari. Dus je bent dit jaar begonnen met bloggen. Dat heb je snel gedaan dan. Even kijken of ze ook een beetje uitgebreid zijn. Maar ze zijn wel, zo te zien, heel kort. Ja, ze zijn heel kort. Dus dat is op zich zit daar dus nog niet superveel van die uitgebreide, zoals ik dat noem, monsterblogs, zitten daar nog niet in. En nee, het zijn, zoals je zelf al zegt, niet echt volwaardige blogs. Als je nou op een punt komt dat je wel echt volwaardige blogs gaat schrijven, dan raad ik je aan om daar een Thrive-omgeving voor te gaan gebruiken. Of je dat nu doet via onze sales site, of dat je zelf Thrive wil gaan hanteren, dat moet je zelf maar beslissen. Maar ik zou nooit mijn blog in die webshop-omgeving bouwen. Want dan kun je hem inderdaad, zoals je zelf al aangeeft, met knoppen en dat soort dingen niet fatsoenlijk beïnvloeden. Dus dan moet je echt voor een WordPress-omgeving gaan, liefst met zo'n tool als Thrive. Dus dan weet je dat en dan houd dat in gedachten. Dus voor nu is dat nog niet
zo actueel. Maar zodra jij echt moeite gaat stoppen in het schrijven van uitgebreide blogartikelen, dan moet je dat echt niet achter het houden. Goed, dat brengt me bij het volgende onderdeel, wat ik al zei. Het systematiseren van je bedrijf. Dat is een laatste punt. Want ik merk dat een aantal van jullie nu langzaamaan op een punt komen dat juist dit soort onderwerpen als het regelmatig schrijven van e-mails, het regelmatig ontwikkelen van posts voor social media, het regelmatig maken van advertenties, het maken van blogposts enzovoort, dat dat nu langzaamaan heel actueel gaat worden. Marjon, jij geeft het al aan, jij hebt daar ook al inschrijvingen uitgehaald in de afgelopen weken, dus dat is hartstikke goed om te horen. Waar je naartoe wil in je bedrijf is een situatie waarbij je de moeite die jij doet voor het ontwikkelen van een nieuw stukje content, dat je daar maximale leverage uit haalt. Oké? Wat ik daarmee bedoel is dat je niet eerst heel veel creativiteit en breinkracht moet gaan investeren in het schrijven van één blogartikel. Vervolgens diezelfde hoeveelheid moeite en breinkracht en energie moet gaan investeren voor een nieuwe social media post. Vervolgens weer die energie moet gaan investeren voor een zogenaamde long copy advertentie voor Facebook. En dan weer al die moeite en energie moet gaan investeren voor het schrijven van een e-mail. Wat je in plaats daarvan moet doen is een systeem ontwikkelen waarbij je met één keer de moeite in één keer over al deze verschillende kanalen je content kunt uitrollen. Dus om een voorbeeldje te noemen, ik werk zelf aan dit soort dingen. Even kijken of ik een voorbeeldje van kan geven. Even kijken of deze pagina ook wil laden. Op een of andere manier laat hij bij iedereen behalve bij mij. Gewoon mijn eigen homepage. Ja, nee, daar gaat hij. Er is iets heel raars met die homepage van mij aan de hand. Andere mensen kunnen er wel bij. Ik zelf kan er niet bij. Maar wat ik wilde laten zien is dat ik artikelen laat schrijven. En wat ik dan doe is, dat is heel simpel. Ik neem een videootje op waarin ik, en dat videootje is bijvoorbeeld bedoeld als sociale media post. En dan pak ik een onderwerp. Hè? Dus laten we een van jullie als voorbeeld nemen. Peter, laten we jou als voorbeeld nemen. Stel, je neemt een videootje op over gezond ontbijt. Oké? Okay? Dan praat je in dat videootje over iets wat al in je hoofd zit. Want jij bent immers de kenner van jouw markt. Jij bent de kenner van jouw onderwerp. Hè? Dus in het geval van Marjon gaat het over schrijven. En in het geval van Richard gaat het ook weer over gezonde voeding en dat soort dingen, of over die eiwitten, of wat je wil, even die producten. En je maakt daar een videootje over. En je spreekt daarin voor je camera iets wat interessant en leuk is en inhoudelijk is. En je gaat daar zo ver in als je wil en als je kan. Oké? Okay? Vervolgens wat je doet is je leveraged dat materiaal. Dat kost je dan één keer moeite en tijd en energie, meer niet. En je leveraged dat materiaal door vervolgens door een freelancer of door een website zoals Textbroker, daar heb ik het al wel eens eerder over gehad, textbroker.com, daar kun je heel goedkoop tekstschrijvers inhuren. Misschien heb je er wel eens van gehoord. Daar leg je simpelweg de opdracht bij neer. Hier is een video. Deze video, daarop moet je voor mij een blogpost baseren. Oké, okay? Dat is een hele simpele opdracht. En omdat het materiaal er al is, de inhoud is er al, kost het je bijna niks. Want de opdracht voor die freelancer is dan heel simpel. Ze hoeven alleen maar te luisteren naar wat jij zegt, dat te transcriben en daar een goed lopend blogverhaal van te maken. Oké? Okay? Dus je hebt één keer moeite gedaan om die video op te nemen. En vervolgens laat je die freelancer laat je daar een blogartikel op baseren. Oké? Okay? Vervolgens breid je de opdracht aan die freelancer uit. Of leg je die bij een assistent van je neer. Of dat dezelfde persoon is of een ander. Maakt niet zoveel uit. In het begin kun je het zelfs nog zelf doen als je geen geld hebt om andere mensen in te schakelen. Vervolgens laat je dat blogartikel, laat je stukjes uithalen, tekststukjes uithalen, die weer kunnen functioneren als sociale media posts. Oké? Dus je hebt nu een video, je hebt een blogartikel en je hebt sociale media posts gebaseerd op die tekst. Oké? Vervolgens kun je, als je echt ver wil gaan hierin, kun je een designer, oké, okay, dus een design freelancer met een simpele tool zoals
canva.com kun je een infographic laten maken of een mooie social media foto of een mooie social media afbeelding. Dus nu heb je een sociale media video, een blogartikel waar je overigens die video ook op kunt zetten. Dat is extra veel rijke content, dus Google dol op. Vervolgens heb je nu sociale media posts in de vorm van tekst. En je hebt een sociale media post in de vorm van een infographic of een afbeelding. Okay? Met één keer het opnemen van één video. Okay? Wil je nu echt ver gaan, dan kun je die designer ook nog de opdracht geven. Hey, ik wil dat je van dit blogartikel nu slides maakt. Okay? Ik wil dat je graag de inhoud van dit blogartikel ongeveer in 10 slides probeert over te brengen. Okay, gewoon PowerPoint slides en die moet je leuk opmaken en daar moeten plaatjes tussen staan en dat moet er leuk uitzien. Vervolgens, wat doe jij? Jij pakt die slides, je zet je microfoon aan en je spreekt je eigen blogartikel in terwijl je die slides laat passeren op je scherm. Heb je nog een video. Eén keer moeite heb je, ja, Fiverr is nog een goeie. Eén keer moeite heb je een video, blogartikel, verschillende textuele social media posts gebaseerd op de tekst van het blogartikel, een social media image en een eventuele slide set waar je nog een video van kunt maken. Heb je dat kost je bijna geen moeite. Dus één keer moeite, 5 stuks content. Dit is hoe je contentstrategie uiteindelijk gaat leven. En dan kom je op een punt waarbij je, als je een periode onderwerpen hebt verzameld voor je bedrijf, hè, dus je hebt een lijstje van 10 onderwerpen bedacht die relevant zijn voor jouw doelgroep, dan ga je één keer een middag zitten, dan ga je één keer een middag opnemen om daar goede video's van te maken. Eén keer gooi je al die video's over naar tekstbroker of je freelancer en één keer zet je die opdrachten uit. En daar komen al die stukken content komen naar binnen. Okay? Komen allemaal binnen druppelen. En vervolgens kun je met een tool zoals Buffer, daar wel eens van gehoord heb, kun je het posten op sociale media, kun je schedulen. Volgens mij kun je daarmee zowel Facebook als Instagram, ik denk ook LinkedIn, kun je koppelen. Wat betekent dat? Dan pak je, als je 5 verschillende video's hebt gemaakt, dan heb je dus van die 5 video's, heb je 5 keer ook nog die artikelen en ook nog die bijbehorende images en ook nog die bijbehorende textuele social posts en ook nog eventueel die slide decks met die video's. Dus je hebt 5 keer misschien wel 5 stukken content. Dus je hebt misschien al 25 stukken content door 5 video's op te nemen. 25, hè? Wat je dan doet met een programma als Buffer, is je programmeert in dat hij elke keer één van die 25, die een beetje ver uit elkaar liggen, pakt en achter elkaar post op Facebook bijvoorbeeld en op al die andere dingen. Marion, hoe kom je erbij dat Facebook niet blij wordt van Buffer? In ieder geval, is verder niet zo heel relevant hoor. Buffer is een voorbeeld. Waar het om gaat, je kunt dit ook met de hand doen. Waar het om gaat is dat je maar één keer die moeite hebt gedaan en nu iedere dag een post kunt doen. Oké? Okay? Elke dag een post die wat verder bij de post van de vorige dag vandaan ligt, omdat je er zoveel hebt die ver uit elkaar liggen. Maar het mooie is dat je op maandag van week 1 misschien praat over het onderwerp van je eerste video. En op dinsdag van week 1 praat je misschien over het onderwerp van je tweede video. En op dinsdag van week 2 praat je misschien over het onderwerp van je eerste video, maar dan in een andere vorm, want dan is het misschien je afbeelding. Oké? Okay? Nou, Marion, wat je nu zegt, dat kan ik niet beamen hoor. Buffer heeft gewoon een API-integratie met jouw eigen pagina. Dus op het moment dat er gepost wordt, dan ziet Facebook dat als een post van jou. Dus ik weet niet of ik heb iets heel erg gemist, maar dat lijkt me sterk. Buffer wordt heel veel gebruikt door bijna alle marketers om hun sociale media strategie te structureren. En ik kan het eigenlijk alleen maar aanbevelen. Maar goed, misschien als je zegt ik heb hier een bron van, dan wil ik het wel eens onder de loep nemen. Maar ik denk dat dit wel meevalt.
En als je dit echt wantrouwt, dan kun je het natuurlijk met de hand doen. Hè? Dus dat je hoeft natuurlijk niet van zo'n tool gebruik te maken, want het uiteindelijke posten is heel weinig moeite. Dat heb je zo gedaan. Maar goed, zoals je aangeeft, Twitter is dus nog een vorm. Je kunt dus gebaseerd op ditzelfde materiaal ook weer tweets maken of laten maken. Ook één die we niet moeten onderschatten is Facebook advertenties. Lange, uitgebreide, inhoudelijke advertenties doen het beter dan korte advertentietjes. Dus als je die moeite hebt gedaan om zo'n video te schieten, dan kun je die video ook weer gebruiken als advertentie en de tekst gebaseerd op die video ook weer gebruiken als advertentie. Dus zie je hoe ontzettend veel content je kunt baseren op één keer de moeite doen. Als je dus zover bent dat dit gedeelte van je onderneming staat, als dit gedeelte van je onderneming hier, dit, als dat staat, dit, eigenlijk ook dit, zo. Dus de landingspagina, de low-end sale en de upsell, die drie eigenlijk, als dat staat, oké, dan is naast adverteren voor bezoekers, is organisch bereik je volgende uitdaging. Die zie je hier, hè? Dit is dat organisch bereik, die content. En dan is dit wat ik net heb uitgelegd, is de way to go. Dit is de manier waarop je dat wil aanpakken. Dit is iets waarover je me de komende tijd meer zult gaan horen. Om de simpele reden dat het voor veel mensen best wel een uitdaging is om te adverteren. Dat is soms duur, dat is niet zo makkelijk. En als je net begint, dan heb je daar vaak gewoon nog simpelweg het budget nog niet voor. Dus het is voor heel veel van jullie heel fijn om op termijn een stabiele stroom van verkeer op te wekken met iets wat niet elke keer ook meteen weer geld kost van je. Ik ben een hele grote fan van adverteren, want adverteren is schaalbaar op de korte termijn. Dus zodra je voor 1 euro investering meer dan 1 euro terugkrijgt, ben ik er heel erg voor om dat maximaal op te schalen met betaalde advertenties. Maar dat is een vak apart, daar moet je flink induiken. Eer dat je die ervaring op hebt gedaan, kun je in de tussentijd heel gemakkelijk een hele grote contentstrategie runnen, waardoor je na bijvoorbeeld een aantal maanden ook een stroomverkeer uit organische bronnen gaat trekken, zoals Google, zoals organisch bereik van Facebook, zoals andere sociale platformen, zoals YouTube, noem het maar op. Oké? Dus dat was even het punt waar ik het over wil hebben. De moraal van dit verhaal is dat je daar een systeem van maakt. Dit moet niet afhangen van jouw inzet, want je moet wel heel erg structureel zijn aangelegd om dit jarenlang vol te houden. Dus de drempel om dit voor elkaar te krijgen moet zo laag mogelijk zijn. Dus als jij zelf en die video moet maken en je moet al die blogartikelen schrijven en je moet die sociale posts formateren en je moet zelf designs maken in Canva voor je social media. Je moet al die dingen allemaal zelf doen en dat komt allemaal op je eigen schouders dag na dag. Terwijl je eigenlijk nog bezig bent met het opzetten van je verkooptraject, met het perfectioneren van je producten, met het leren kennen van je doelgroep enzovoort, enzovoort. Dat kun je niet allemaal dragen. Dus je moet die drempel laag maken. En zodra je een beetje omzet maakt, investeren in het uitbesteden van dit soort taken, zodat het systematisch gaat werken en gaat groeien op automatische piloot. Oké? Dat is een heel belangrijk punt wat ik nog eventjes wilde maken. Ik zie verder geen vragen meer. Mocht dit hem zijn, dan gaan we er een eind aan breien. Het is 11:45, we zijn al best wel een tijdje bezig. Het was volgens mij weer een goede sessie dit. Laat me even weten wat jullie ervan vonden tot zover. En als je nog andere vragen hebt, dan hoor ik het natuurlijk graag. Neem ik daar nog even een laatste momentje voor en dan houden we het voor gezien voor vandaag. Kijk nog even of ik nog iets gemist had. Nee, ik geloof het niet. Goed om te horen, Annemiek. Richard, tof. Leuk, Anita. Heel fijn. Nou, ik ben blij om te horen dat het jullie is bevallen. Ik heb nog wel een gunst om te vragen aan jullie. Ik heb net dat linkje van Facebook gedeeld. Zouden jullie daar eens, nu ik weer even heb opgefrist wat die Red Ocean, Blue Ocean is, zouden jullie eens op die post willen reageren met hoe je daar nu zelf in staat? Want naast het feit dat natuurlijk voor mijn interactie leuk is, is het ook een toets waarbij je jezelf eventjes dwingt om dat concreet te maken voor je eigen bedrijf. Dus ik heb het linkje
kan anders nog wel een keer opnieuw posten. Linkje naar mijn Facebookpagina. Hier. Dat is natuurlijk geen plicht, maar dat is iets wat ik erg op prijs zou stellen. Peter, dankjewel. Hartstikke tof. Marion, jij hebt nog een vraag. Vertel. Shoot. Dan gaan we daar nou even op in. Ik wacht rustig af, Marion. Vorige keer had je het over het low-end product. En zei je dat je een knop in je incentive kunt zetten naar je low-end product. Ja, dat was vandaag. Vandaag heb ik het daar ook over gehad. En dat is absoluut een goed idee. Ik raad je dat ook aan. Want je low-end... Oh, sorry, we hebben het natuurlijk niet over de... Ja, wel, sorry, de opt-in incentive. Ik raad je dat ook aan, want zoals ik al zei, je opt-in incentive... Als die textueel is, is ook dat is weer copywriting. Dus ook daarin heb je weer die structuur en ook daarin bouw je weer op. Dat is een plek die bij uitstek geschikt is om weer te verwijzen naar de call to action voor de low-end product. En je zegt, maar tegelijkertijd is de kracht van je low-end product dat het alleen op deze pagina verkrijgbaar is. Ja, dat klopt. Dat wil niet zeggen dat je niet een alternatieve pagina kunt maken waarbij de tijdelijke aard of de eenmalige aard van dat aanbod niet geldt. Dus je moet hier een beetje creatief mee omgaan, laat ik het zo zeggen. Als jij een eenmalig aanbod maakt van je low-end product, dan maakt dat eenmalig aanbod maakt het speciaal doordat het dan bijvoorbeeld goedkoper is. Dat wil niet zeggen dat je dat product nooit meer mag aanbieden. Alleen moet je ermee oppassen als je het voor dezelfde voorwaarden aanbiedt, terwijl je eerder hebt gezegd dat het een eenmalig aanbod was. Dus wat je wel kunt doen, is het voor 10 euro meer aanbieden. En dan kan iedereen het op elk gewenst moment via die opt-in incentive benaderen. Als ze dan... Ze komen meteen op je bedankpagina. Zodra ze je opt-in incentive hebben aangevraagd, dan komen ze op de bedankpagina. Dus daar mag het gewoon een eenmalig aanbod zijn. Dat hebben ze dan sowieso al gezien. Als ze dan daarna door jouw e-book of door jouw opt-in incentive in zoverre overtuigd worden dat ze alsnog dat instapproduct willen kopen, dan kun je dat heel simpelweg alsnog aanbieden, maar bijvoorbeeld voor iets meer geld. Want begrijp me niet verkeerd, je ziet het hier ook in het schema. Het is wel een belangrijk punt wat je maakt. Je ziet het hier ook. Vanuit je e-mails verwijs je ook weer naar je low-end product. Dus niet alleen is dat de bedankpagina na je landingspagina, hè, dat je op je low-end product uitkomt, maar ook vanuit je e-mails kom je daar. Dus er zijn verschillende manieren om dat instapproduct, dat low-end product, om dat aan te prijzen. En dat kan met een one-time offer, hè, waarmee je het eenmalig voor een heel laag bedrag, alleen maar geldig op dit moment, nu je op die bedankpagina bent, als je wegklikt is het verdwenen. Dat is één benadering. Maar je kunt ook simpelweg een tijdelijk aanbod doen, wat bijvoorbeeld een week geldig is, waar je vanuit je e-mails een week lang, hè, die eerste week aan e-mails hebben we behandeld in het programma, waar je een week lang naar blijft verwijzen. En je kunt bijvoorbeeld in de e-mail marketing voor de lange termijn gaan verwijzen naar je high-end product. Okay? Er mogen varianten van deze twee pagina's bestaan. Waar het om gaat is dat je op het moment dat je een one-time offer doet en je wil nog wel met datzelfde product aankomen op andere momenten, dan moet je iets aan het aanbod veranderen. Okay? Wat je ook kunt doen bijvoorbeeld is simpelweg een van de bonussen die je erbij kreeg weghalen of er juist bonussen aan toevoegen waardoor het iets duurder wordt of iets aan de inhoud versleutelen. Jij, Anita, je zegt dat je het hier al over gehad hebt. Je prijst het instapproduct op je bedankpagina aan, maar ook met een knop in het e-book. Ja, ik zou dat ook doen. Ik doe dat zelf ook regelmatig. De vraag is dus of je het op je bedankpagina als eenmalig aanbod aanprijst. Als je zegt, hey, dit kun je alleen nu verkrijgen voor deze prijs.
Dan moet je oppassen met als je ook via je e-book naar die pagina gaat verwijzen. Want dan betekent dat dus dat dat niet waar is. Dat het niet alleen nu is, dat het langer is. Marjan, jij zegt in de e-mails wordt alleen nog start je verhaal aangeboden. Niet meer het 19 euro product. Nee, dit is dus een overweging. Wat ik normaal gesproken in het programma aanbeveel, is dat je in de eerste week nadat mensen zich hebben ingeschreven, dat je in de eerste week iedere dag mailt. En dat dat hetzelfde product aanprijst als je instapproduct is. En dat dat gedurende 1 week voor dat aanbod geldig is. Zodat je gedurende die eerste week alle pijlen richt op je instapproduct. En daarna je lange termijn e-mail marketing laat gaan over, net zoals in jouw geval, start je verhaal. Richard, je low-end moet dus sowieso goedkoper dan normaal aangeboden worden. Je low-end is goedkoop. Dus dat, er is niet een situatie die normaal is. Hij is alleen maar te koop als low-end. Dus ik weet niet zo goed wat je hiermee bedoelt. Maar je biedt hem alleen maar aan op dat punt in je verkooptraject. Dus dit, misschien moet je even uitleggen wat je bedoelt. Anita, nee, niet eenmalig, heeft een vaste prijs. Juist, ja, dat bedoel ik. Dus als jij zegt, dit product heeft een vaste prijs, dan kun je daar gerust vanuit een e-book naar linken, vanuit al je mails naartoe linken, want dan heb je nooit gezegd dat het alleen nu geldig is. Dus dan ben je niet onintegrer. Dan zeg je gewoon de waarheid. Dan bied je de mensen gewoon aan nadat ze zich hebben ingeschreven. Dan zijn ze heel warm, dus de kans dat dan iemand het koopt is groot. Maar als ze het niet kopen, dan kunnen ze het later alsnog kopen. Dus dat is prima. Marjon, oh, dan moet ik het heel anders gaan opzetten. Hier zit echt een misverstand in die e-mail marketing. Verklaar je nader, Marjon. Wat gaat daar verkeerd dan? Want dit soort dingen zijn vaak helemaal niet zo heel ingewikkeld op te lossen. Meestal is het een kwestie van een nuance erin aanbrengen. Bijvoorbeeld weglaten dat het maar eenmalig beschikbaar is. Of bijvoorbeeld simpelweg het aanbod een heel klein beetje aanpassen. Anders verwoorden. Iets in die richting. En dat gaat ook veel call to action in je e-mails. Als je daarin gewoon... weet je... Je kunt heel veel moeite doen om het verhaal kloppend te maken met wat je hebt gezegd. Dus als je zegt, ik zeg hier dat dit een eenmalig aanbod is, dus dat het alleen nu geldt. Maar vervolgens ga ik het toch ook promoten in mijn e-mails, later nog. Dan kan het zijn dat iemand daarover struikelt en denkt, die persoon is niet integer. Maar de realiteit leert ons dat die enkeling die dat überhaupt ziet, 9 van de 10 keer juist blij is dat hij het nog steeds voor die prijs kan krijgen. Of al helemaal vergeten is voor wat jij überhaupt voor prijs vraagt. We hebben de neiging om te denken dat mensen weten wat we allemaal doen. Dat ze dit onthouden. Maar ze zijn echt niet bezig met deze dingen. Als ze niet kopen tijdens die one-time offer nadat ze zich hebben ingeschreven, dan kopen ze niet omdat ze niet koopklaar zijn. En als ze niet koopklaar zijn, letten ze ook niet op. Als ze dan later in je e-mailtraject wel koopklaar zijn, dan letten ze dan op. En als het dan een aantrekkelijk aanbod is, dan kopen ze het dan. Maar dan 9 van de 10 keer struikelen ze dan niet over het feit dat jij dan met een aanbod komt wat je eerder ook al hebt gezegd waarvan je zei dat het eenmalig was. Dus sta je hier ook niet blind op. Dit zijn geen dingen die heel veel tijd en energie van je moeten gaan kosten. Je zegt, ik vind je begin aan op bevestigingspagina en daarna niet meer. Vanaf de eerste e-mail alleen de volgende cursus. Het eerste aanbod komt niet meer terug bij mij. Nee, dus dat kan, hè, Marjon. Dat is op zich niet fout. Overigens, het feit dat je een product hebt, een heel product hebt ontwikkeld, en daarvan de promotie nooit meer terug laat komen, dat raad ik je af. Maar dat kun je op heel veel manieren oplossen. Je kunt ook na bijvoorbeeld 8 weken ge-e-maild te hebben, kun je een tijdelijke actie houden en zeggen, nu tijdelijk opnieuw verkrijgbaar, het vind je beginproduct voor deze en deze prijs. En dat mag dezelfde prijs zijn, dat mag een andere prijs zijn, mag een ander aanbod zijn. Maar ik zou daar zeker meerdere verkoopmomenten voor creëren. Dat zou betekenen dat ik de eerste week e-mails moet gaan herschrijven en dan gaan insteken, vind je begin. Dat kan, nogmaals, het feit dat jij niet meer in je eerste week naar vind je begin wijst, dit is geen wet, hè? Dit is iets wat ik aanbeveel. Je kunt ook in je e-mailmarketing naar het hoger geprijsde product, want ik neem aan dat je dat nu doet, dat je nu rechtstreeks verwijst naar het hoger geprijsde product vanuit je e-mailmarketing. De uitdaging is dat mensen je in het begin, als ze net in je e-mailmarketing zitten, nog niet zo goed kennen. Dat het de mensen zijn die in principe nog niet
je producten gekocht hebben. Dus er zijn nog geen kopende klanten in het begin. Ze zijn nog niet super warm. Dan werkt het vaak beter om te beginnen met het verkopen van een laagdrempelig aanbod, zo goedkoop mogelijk. Ik schreeuw altijd aan alle kanten 19 euro, is een geweldig bedrag. Dat werkt in de beginfase het best. Dan hebben mensen de tijd gehad om interactie te hebben met je materiaal, je te leren kennen, overtuigd te zijn geraakt van je kennis, je kwaliteit. En dan is het dus heel logisch dat je langzaamaan steeds vaker je high-end product promoot. Dus ik denk dat het nu wat helderder verwoord is voor je. Annemiek, als je mensen een keuze wilt geven uit bijvoorbeeld een aantal kleuren, kun je dan in je low-end aanbieding mensen naar je verkooppagina verwijzen met die keuze? Zou ik niet doen, Annemiek. Ik zou nooit in het begin van je verkooptraject, überhaupt eigenlijk in je verkooptraject, nooit te veel keuzes bieden. Je biedt gewoon iets aan zoals het is. Je maakt dat aanbod zo aantrekkelijk mogelijk. Maar zodra... Kijk, alles wat je toevoegt aan het verkooptraject, alles wat dat langer en ingewikkelder maakt, dat zorgt zonder uitzonderingen voor een daling in je verkooppercentage. Een daling in je conversie. Dus alles wat je daaruit kunt laten, moet je daaruit laten. Dus keuzes in kleuren en keuzes in eigenschappen en keuzes in samenstellingen van wat je aanbiedt, zo min mogelijk. Als het echt niet anders kan, als mensen gewoon een kleur moeten kunnen kiezen, dan moet je dat zo simpel mogelijk maken. Maar laat keuzes weg waar je kan. Dan is mijn low-end aanbieding compleet ongeschikt, zeg je. Als mensen niet voor een kleur kunnen kiezen, zeg je. Dus nogmaals, als het niet anders kan, dan moet je dat gewoon doen. Maar beperk de keuzes zoveel mogelijk. Goed, Marion, goed om te horen. Ja, nee, inderdaad. Dus sowieso, het is niet zo dat het nooit meer terugkomt. Je kunt altijd later in je e-mailmarketing weer opnieuw acties inbakken. Dat zijn chunks die je gewoon in je e-mailmarketing plakt met een week lang promotie voor een cursus. Dus ik noem dat bijvoorbeeld een 78 uurs actie, waarbij je 78 uur lang met een verkoopvideo promoot per mail. Stuur je in een paar dagen tijd even heel hoge frequentie, een stuk of 10 e-mails om één video waarin je dat product promoot te promoten, eyeballs voor te genereren. En daarna eindigt die actie weer en ga je weer verder met je e-mail marketing, bijvoorbeeld. In dit geval afbeeldingen, zeg je. Ik heb afbeeldingen en mensen die niet van katten houden zullen geen kat kiezen. Nee, dat snap ik. En nogmaals, houd het simpel, Annemiek. Ik weet niet precies meer uit mijn hoofd wat het ook alweer is wat je aanbiedt. Afbeeldingen, zeg me in de eerste instantie niet zozeer iets, maar... Je hebt nu aardig wat informatie van me gehoord en in het programma zitten over wat een instapproduct zou moeten inhouden en hoe dit aansluit op je verkooptraject. Dus probeer daar creatief mee om te gaan. Probeer na te denken, wat kan ik genereren, maken en verkopen om mensen in mijn verkooptraject binnen te krijgen. Okay? En wat zijn daarop aansluitende producten die hogere marges hebben, die ik daarop kan laten volgen als upsells en high-end producten. Anita, jouw instapproduct is €35,70 inclusief de verzendkosten. Jouw instapproduct kost €35,70 omdat jij er €35,70 voor vraagt. Maar je prijs moet afhankelijk zijn van waar je het meest aan verdient. Dus als jij twee keer zoveel verkoopt als jij €19 gaat vragen, dan moet je €19 gaan vragen. Als jij anderhalf keer zoveel verkoopt voor €31, dan moet je €31 gaan vragen. Als jij net zoveel verkoopt als nu, als je €39 gaat vragen, moet je €39 gaan vragen. Snap je wat ik bedoel? Dus prijzen, daar kan ik nog een boek over schrijven. Prijzen, daar hebben we ook allemaal een ontzettend blinde vlek voor. Je prijs wordt bepaald door waar je het meest aan verdient. Daarmee schuif je om erachter te komen wat je kunt verdienen. Jij zegt dat het een vaste prijs is van een leverancier waar je niet van kunt afwijken. Oké, prima, dan is dat je prijs. Dan moet je je marketing daarop aanpassen. Het is nooit handig om niet zelf van een prijs af te kunnen wijken. Maar een heel handige workaround daarvoor is simpelweg een aanbod doen waar dit product wat je verkoopt onderdeel van is. Maar waar jij bijvoorbeeld bepaalde bonussen bij geeft. En dan maak je er een geheel van wat je bijvoorbeeld voor meer kunt verkopen. Dus je kunt dan heel gemakkelijk een aanbod creëren met bonussen en met wat
how-to's of persoonlijke begeleiding of handleidingen van jou of weet ik veel wat je kunt toevoegen aan jouw service om het een completer aanbod te maken naast die kern van die externe leverancier. Dat verpak jij samen in een pakketje en dat verkoop je voor bijvoorbeeld €69. Okay? Dan creëer je flexibiliteit in je prijs. En dan kun jij alsnog gewoon dat product laten afnemen bij die leverancier. En dan heb je alsnog prijsflexibiliteit. Dan kun je alleen niet lager gaan zitten. Dat is het enige. Annemiek, jij werkt met diamond paintings. Ik weet niet meer precies wat dat zijn. Je hebt het me op een gegeven moment uitgelegd. Maar met kralen werkt dit net zo. Iemand die niet van roze houdt, zou geen roze armband willen maken. Nee, dat klopt. Dus ik kan me voorstellen dat... Maar daarom moet je dus niet te veel blind staren op concrete producten. Je moet nadenken over hoe kan ik een aanbod creëren. Een offer. En als jouw... ik begrijp het. Nou, als jouw producten allemaal helemaal 100% custom moeten en alles gekozen moet worden, dan maak je het jezelf daar niet makkelijker mee. Maar dat is geen ramp, want dat betekent dat als jij mensen zover hebt in je verkooptraject dat ze vaste klant bij jou worden, dan kun je ze laten shoppen. Hetzelfde gaat voor Richard. Als je begint met mensen binnenhalen, dan moet je het allemaal zo simpel mogelijk houden totdat ze jou als een bekende partij hebben, totdat ze vaste klant zijn, totdat ze standaard naar jouw website toekomen om te kopen, dan gaan ze shoppen bij je. Dan heeft een webshop ineens weer enig bestaansrecht. Hoeveel moeite het me ook kost om dat over mijn lippen te verkrijgen. Maar dan heeft het weer iets van bestaansrecht. Tot die tijd moet je een zo simpel mogelijk aanbod creëren. En Annemiek, jij hebt heel veel verschillende dingen. Daar zitten ongetwijfeld dingen tussen die je kunt bundelen tot een aanbod, waarbij al die keuzestress weggelaten kan worden. Maar daar is je creatieve denkvermogen voor nodig. Jij hebt ook een hele hoop informatie die je kunt verkopen. Hoe dingen gedaan moeten worden. Hoe dingen aangepakt moeten worden. Misschien kun je daar wel een digitaal product van maken. Maar ik wil je geen woorden in de mond leggen. Dit is waar je ondernemerscreativiteit om de hoek komt kijken. Anita. Ja, nee, maar dit is dus het punt. Als alles via een leverancier loopt en je daar niet van af kunt wijken, dan zit je daar dus wel aan vastgekluisterd. En dan is het maar de vraag hoe goed die leverancier is in zijn marketing. En dan is het maar de vraag hoe kloppend die prijzen zijn voor jouw doelgroep, hoe goed je ze daarmee kunt verkopen. En het is... Wat dat betreft ben je heel erg gebonden als jij niet zelf je prijzen kunt bekijken. Over het algemeen is ondernemerschap is gericht op het feit dat je zelf een product of dienst verkoopt. Meestal is het in gevallen zoals het jouwe zo, dat je zelf iets van kennis of waarde toevoegt in combinatie met wat je aanbiedt vanuit die leverancier. Dus wat je heel veel ziet, is bedrijven die doen dropshipping, e-commerce. Dan kopen ze een product in bij Alibaba of zo. En dan verkopen ze dat weer. Dan verkopen ze dat weer aan de westerse markt. En dan daar passen ze online marketing op toe. En dan vragen ze er meer geld voor. Maar de echt succesvolle dropshippers, die pakken een product van Alibaba. Zoals, ik noem maar wat, een hele goedkope replica spiegelreflexcamera. En die... Een spiegelreflexcamera kost misschien €500, maar van Alibaba is het een rodding en een replica en dan kost die misschien maar €200. Dus wat doen zij? Zij verkopen een replica spiegelreflexcamera die €200 kost voor hun inkoop. Vervolgens ontwikkelen ze daar een fotografiecursus bij en geven ze je er een standaard, zo'n plastic standaard bij, zo'n ding als dit. Zo'n ding als deze, hè? Zoiets geven jullie er dan bij, maar dan ook weer van die troep van Alibaba, waardoor het heel erg lijkt alsof je een heel compleet pakket krijgt, maar dat ding kost hun dan €2 bijvoorbeeld, omdat het Chinese rommel is. Maar zo bouwen ze een pakketje en dan vragen ze er €450 voor. Dan ben je nog steeds goedkoper uit en dan heb je een heel aanbod, er zitten allerlei extra's bij, plus een fotografiecursus van 12,5 uur aan materiaal, plus een standaard, plus een opbergtas,
Plus, weet ik veel, een geheugenkaart die 50 cent kost als die in China is gemaakt, terwijl het de perceived value geeft van 25 euro. Oké, en daarmee bouwen ze een aanbod. En dan zijn hun totale kosten zijn misschien 250 euro en dan verdienen ze er meer dan 200 euro aan. Dat is hoe ze dat aanpakken. Dan als je dat aanbod hebt gedaan, mensen zijn binnengekomen in jouw verkooptraject en jij hebt bijvoorbeeld een webshop over fotografie, dan zijn ze klant bij jou. Dan hebben ze bij jou hun spiegelreflexcamera gekocht. Dan kennen ze je adres, dan staan ze ook op je lijst. Dan kun jij ze in de toekomst gaan benaderen met verdere aanbiedingen van producten uit je webshop. Anita, ik maak ze daar klant, ze blijven aan mij gekoppeld, ik krijg provisie, heb je vorig jaar 30.000 euro mee omgezet zonder marketing. Nou Anita, dat betekent dus dat je je geen zorgen hoeft te maken over de prijspunten, over of mensen daar wel of niet mee zijn overtuigd, want dat heb je al bewezen. Ik weet dat natuurlijk niet, hè? Ik zit er niet zo diep in als jij, maar dit is een heel goed signaal, dus dan stel ik voor dat je deze aanpak loslaat op jouw producten, hè? Dus de producten van die leverancier, tegen de voorwaarden en die prijzen van de leverancier. En dan kijk je of je op die manier dit kunt gaan opschalen. Want dat is eigenlijk wat de stap is waar jij nu aan toe bent. Het opschalen van dit verhaal, zodat er niet 30.000, maar meer dan 100.000 euro uitkomt. Wat, als ik het zo zie, heel gemakkelijk haalbaar is. Richard, ik doe ook aan dropshipping. Ik heb hierbij wel een eigen website waarbij ik baas ben en de prijzen zelf zou kunnen bepalen. Nou, hartstikke goed. Dan is dit voorbeeld dus op jou van toepassing. Ik denk dat het was voor vandaag. Ik moet er ook vandoor. Het is inmiddels 12 uur geweest. Ik heb even niet op de tijd gelet. Maar ik denk dat we een aardig aantal stappen hebben gezet vandaag. Volgens mij zijn er weer een aantal vragen uit de lucht. Dingen opgehelderd en opgeklaard. Ik zou zeggen, zet de schouders onder de komende week. Ik zie jullie heel graag de volgende keer weer. Dan moet ik wel even zeggen dat de komende week, volgende week, geen Q&A is. Pas de week daarna weer, op 12 april. Ja, 12 april. Ik schrijf hem meteen even op. 12 april is er weer een Q&A. En dan zie ik jullie heel graag terug. Nogmaals, als je in de tussentijd vragen hebt, stuur ze ons vast toe, zodat ik ze mee kan nemen voor de volgende sessie. Als je dingen hebt, laat het ons vooral weten. Ik zie heel graag jullie resultaten tegemoet. Dus als je dingen hebt toegepast en je hebt ze live gezet, stuur het altijd even voor een check langs ons. Kijken we graag naar. En dan zou ik zeggen, zet hem op de komende tijd. Heel goed weekend gewenst. En dan spreken we elkaar dan weer. Hey, tot snel.